Hallo en welkom bij Koekeroe, omdat er ook uh, leuke dingen voor je zijn. die dan wel goed voor je zijn op de lange termijn. En ik moest gelijk denken aan een dame die hier tegenover mij zit. waarvan ik eigenlijk helemaal niet weet hoe ik haar moet aankondigen. Want ja, wat moet je zeggen? Uh, nou, laat ik het gewoon even proberen. Uh, actrice, moeder, of misschien moet, had ik moeten beginnen met moeder. Uh, schrijver, wat zeg ik? Inspirator, fitnessgoeroe. Uh, mens, <laughs> niet te vergeten. En gewoon iemand die, nou ja, creatief is. Misschien is dat de overkoepelende. Ja, ik ben zeker wel creatief. En ik loop ook vaak in duizend sloten tegelijk. Daarom is het ook echt moeilijk, inderdaad, om mij aan te kondigen. Want ik heb zoveel verschillende dingen ja. gedaan. En ik leer nu wel meer trechteren en uh, meer te doen wat ik echt belangrijk vind. Dus ik heb ik onlangs ook mijn alter ego gedag gezegd: van uh, Hannah Je Black. DJ. Uh, ja. Uh, ja, 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 ja. Niet, dat ik, het oh, niet nee. dat ik het niet leuk meer vind, maar ik, ik, ik weet niet meer... Weet je, je kan ook niet in al die dingen goed worden, laat ik nee. het zo zeggen. Voor de duidelijkheid, het is Faya Laurent. Ja. Misschien had je de, de, de gulle lach al herkend ja. uh, als je alleen zit te luisteren. Uh, maar dat, je, je bedoelt toch je DJ-ding? Ja. Uh, ik was zo gestopt met draaien van muziek wat ik zelf niet ja. meer leuk vond. En toen ben ik anderhalf jaar of twee jaar geleden begonnen met Hanna Black. Mijn tweede naam is Hanna. En, ja. en dat vind ik heel erg leuk. Maar ik merkte gewoon dat ik er helemaal geen tijd voor had. Dus dan, als ik dan een boeking had, ging ik een uur van tevoren platen downloaden. Ja, ja nee, dat uh, nee. werkt gewoon echt niet. En toen dacht ik, ik stond op Dance Valley. En toen dacht ik, ja, ik heb me zo slecht voorbereid. En hier moet ik nu gewoon mee ophouden. Ja. Maar uh, ik vond het wel heel erg leuk om te doen. En uh, misschien ooit nog in de toekomst, maar nu niet. Je hebt de skills in ieder geval. Ja. En uh, uh, ja, het, het kan ook leuk zijn voor feest en partijen, Gewoon een keer voor de gekkigheid. Ik wil eventjes helemaal, want dat weten, ik kwam er ook pas achter toen ik een beetje in jouw dook dacht. ik, Wauw, dat vind ik wel goed om te benoemen. Dat eigenlijk jouw hele, uh, nou ja, dat je bezig bent met eten en dat je daar goede boeken over hebt geschreven. Weet je, komt door Expeditie Robinson. Ja, dat is de kern. Ja, dat vind ik echt heftig. Want daar kom je, daar ben je, nou ja, mensen kennen Expeditie Robinson, daar ben je dan geweest. Dan is je hele lijf van slag. Dat ken ik een beetje van het glazen huis, wat maar een weekje is, maar wel dat je gewoon... Dat mensen denken: oh, je bent lekker afgevallen. Nou, integendeel, want je hele metabolisme shit is uh, van slag. Maar ho Zo, hoe ging dat bij jou? Nou, ik had daarvoor, uh, voordat ik naar Robinson ging, trainde ik wel eens en lette ik wel eens goed op mijn eten. Maar altijd wat de meeste mensen doen, drie maanden wel, dan weer niet. Dus ja, ja eigenlijk val je weer in je oude patroon heel snel terug. En bij Expeditie Robinson krijg je gewoon niet te eten. Heel veel mensen denken dat je stiekem de nou, camera ze nog wel te eten krijgt, maar dat krijg je dus echt niet. Dus als, ik heb er 33 dagen in gezeten, je dan zo weinig eet... Uh, kun je alleen nog maar fantaseren en denken over eten. Ja. Het gaat echt nergens anders over, ook tijdens die 33 dagen. Over wat je gaat eten. Ja, als je terugkomt en... of ja, als er dan ja, een vliegtuig ja, ja. voorbij komt van... oh, daar hadden we Marsje op de heenweg. weet je nog? Weet je wel? Echt dat soort... wow. Of dat ik s'nachts niet kon slapen en dan zei ik... kan jij nog een keer dat recept vertellen, hoe maak je dat? Weet je, echt dat soort dingen. Maar toen ik eruit kwam, kon ik dus niet meer kiezen... Dus uh, het begon daar al bij het ontbijt. We kwamen daar net uit. En dan heb je natuurlijk zo'n heel uitgebreid ontbijt. Dus je hebt ei, je hebt yoghurt, je hebt van alles nog wat. En toen heb ik alles genomen wat er stond. Ja. Van alles een beetje. Maar dat is een jaar lang doorgegaan. En ja, ja, ja. dus een jaar lang kon okay. ik niet kiezen. En toen dacht ik, nu moet ik ophouden. Want? Dacht, ja, nou, ten eerste kreeg ik van heel erg maagkrampen op oh, z'n ja. buiken. Helicobacter bacterie, uh, dat is een maagbacterie. Uh, uh, maar ja, alles was slap. Ik was natuurlijk 11 kilo afgevallen en daarna weer 15 kilo aangekomen. Dus dacht ik, nee, nu moet het echt ophouden. Dus ik begin een Instagram en dan motiveer ik mezelf voor een na foto erop. Dan moet ik doorgaan. En zo is het eigenlijk al begonnen. Wat gaaf zeg. En, en nou ja, zo is het heel positief uit de hand gelopen. Want toen ineens, ik bedoel, hoe kom je eigenlijk aan alle kennis. Ja, nou, ik ben begonnen met een personal trainer te ja. nemen. De, uh, maar na drie maanden dacht ik, ja, dat, kan, dat riedeltje kan ik nu zelf wel. Ik ben niet per se iemand die gepusht moet worden, maar ik moest het gewoon leren. Dus ik heb heel veel van hun geleerd. En dan hebben we het over trainen of over voeding? Over trainen. Ja, over trainen. Ja hun, ja, hun deden wel, maar hebben mij wel geleerd wat macro's was. Dus de verhouding tussen eiwitten en koolhydraten en vetten. Uh, maar toen vond ik het wel leuk geweest. Toen ben ik uh, nog andere soort trainingen gaan doen, bokslessen gevolgd en dat soort dingen. En ik ben gewoon heel veel gaan zoeken op het internet. En wat mij dus opviel op het internet is dat allemaal als je dan onderzoeken las, zo'n moeilijke taal was ik ben nu die menno hesselmans volgens mij heet die gaan volgen die weet echt heel veel maar je schrijft heel wetenschappelijk toen dacht ik ja je dit moet toch ook makkelijker kunnen eigenlijk ja. en toen mocht ik zijn engelse stukken vertalen naar het nederlands Dat heb ik toen laten doen en iets meer kinderboekentaal ervan gemaakt die heb ik toen geplaatst op mijn website toen ben ik gewoon een platform gaan maken waar mensen dingen konden vinden informatie wat veel makkelijker te begrijpen was omdat jij zelf zoiets had van waarom is dit er niet ja waarom is dit er gewoon niet het is gewoon te ingewikkeld en je moet dingen vier keer lezen en voordat je het snapt en uh, ja zo Moeilijk hoef ze allemaal te zijn. En ik wist ook niks over eiwitshakes. ik ben me er gewoon in gaan verdiepen. En toen kwam de uitgever met wil je een boek? En dat is eigenlijk het verhaal gewoon in de op <laughs> en, en en nu in weet ik veel van landen en uh, ja. deel drie, en, uh, Vier, vijf. En, uh, ja. Ja. Nou ja, van het killerbody dieet heb ik echt maar. Het zijn wel drie delen, maar heb ik echt maar het dieetboek heb ik er maar echt maar één ja. gemaakt. Waarom? Omdat mijn ambitie niet is om mensen de hele tijd een nieuw dieet voor te schrijven, maar mijn ambitie is om mensen te leren hoe ze met hun voeding omgaan. Want eigenlijk een dieet werkt is niet. Werkt nee, niet, weet je? Nee, dat is gewoon dieet, eventjes. Ja, en dat goed. weten we allemaal, en dat weet ik ook. En ik had heel veel meer geld kunnen verdienen als ik ieder jaar met een nieuw dieetboek zou komen. Wat mijn uitgever ook wilde. Ja. Maar dat, dat voelde niet goed. Dus mijn tweede boek is een receptenboek met honderd uh, slanke recepten. Waarin mensen zelf kunnen kijken van oké, okay, eet ik vandaag een taartje? Prima. Maar dan eet ik het morgen niet, zeg maar de balans. Maar ik merk wel dat mensen echt teleurgesteld waren met het boek. Oh, dus dat geen dieetplan nee, in. Mensen ja, mensen willen goed. gewoon houvast. Ja, die, houvast, maar die houvast is dan maar twaalf weken. En ja. daarna vallen ze weer terug in hun oude patronen. Ja. Ja, of je gaat nog een keer die twaalf weken doen, toch? Of, ja, dat doen ook wel veel mensen. Maar ik heb nu, we zijn nu vier jaar verder met dat boek. Ik krijg nu mensen. Nou, kan de dieet niet meer aan. Ik kom er nog een nieuwe, weet je wel? Maar dan, ja, ik heb, ik heb voor de Cellulite Guide wel een, een soort dieet gemaakt die zuivelvrij is. Dus dat is het tweede dieet wat ik heb gemaakt. Maar in principe ben ik niet van plan om nog een dieet te maken. Ik wil juist mensen motiveren, en inspireren en activeren om gewoon een gezonde versie van zichzelf te worden. En niet altijd maar te dieeten, nee. maar gewoon een beetje na te gaan denken. Eigenlijk over voeding. Zelf. Ja, precies. Want ik, dat vind ik ook wel goed dat je op een gegeven moment zelf ook bent gaan maken hè? met uh, proteïnetjes en zo. Ja, ik heb dus hele proteïnenlijn. En we gaan nu, zeg maar, in januari de supermarkt in met de proteïnelijnen. Okay. Dus ik heb nu zeg maar een lijn ontwikkeld die um, in bioafbreekbare verpakking zit. Geen chemische zoetstoffen meer in zit, um, gezoet met stevia dus. En um, ja, betaalbaar voor supermarktpubliek. Okay. Dus een instapmodel proteïne shake, maar die ook nog goed voor het milieu is. Vegan ook. Dus daar ga ik nu mee de supermarkten in en ook proteïne bars. Ik heb een gezonde on-the-go-lijn ontwikkeld voor gewoon massa, zeg maar. Ja, zeg, vegan, ik, uh, hoe sta je er te, tegenover? Ik, ik lees er weer zoveel over dat ik echt denk, oh god, dat moet ik echt gaan doen. Nee. nee? Kijk, ik vind alles in balans, ja. snap je? Dus kijk, waar eigenlijk moeten we terug, vind ik, naar een tijd waarin de boer in de buurt een koeslacht... met de met de hele buurt die ja, koe ja, 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 opeten. Ja, ja, ja. En niet naar die massaproductie. Nee. Want we kunnen nu wel allemaal boos zijn op de boeren. Maar die boeren worden gedwongen Absoluut. om voor zulke lage prijzen die melk te produceren. En ik woon in een dorp en ik weet hoe het gaat, want ik verhuur mijn land ook aan een boer. En die boer mag meer koeien hebben om te melken als hij meer land heeft. Maar die koeien komen nooit buiten. Nee. Ze schrijven ze gewoon in op dat is, land. Is, ja. Dus die poep komt daar wel, want ze moeten dat poep uitstrooien. Maar die koeien komen nooit buiten. En dan staat er op zo'n melkpak: Ja, onze koeien ja. komen zoveel dagen per jaar buiten. En dan denk ik: Het is gelul, want ik woon hier al vier jaar. Ik heb nog nooit een koe achter zien, <laughs> zien staan. Maar maar ja, ik snap het ook wel weer, want ja. die worden weer afgeperst door die melkbedrijven die weer te weinig willen betalen. Dus wij moeten allemaal gaan naar iets meer willen betalen ja. voor melk. Het niet meer elke dag willen consumeren. Exact. En gewoon in balans, want alles te veel is sowieso niet goed. Nee. Maar vegan is ook weer niet goed. Ik bedoel, al die mensen die zo vegan zijn en dan vervolgens die avocados met vliegtuigen hierheen laten komen. Nee, qua milieu. Nee. Uh, maar ik moet zeggen, qua gezondheid. Nou ja. Ik, ik, ja. ja, maar ik denk, alles zal gewoon weer in balans ja, zijn. Af en toe een keer vlees, af en toe een keer vis. Maar ja, nu zitten die vissen vol met kwik en, en ja. antibiotica. Ja, ja, ja. Dan denk ik oh my god, nee, nee, alles, wat kan alles, je nog nee, eten? Ja, groente in <laughs> ieder geval, ja. en dan Nee, maar dan moet je eens kijken voor de grap op de achterkant van die nepvlees. Wat daar allemaal ja, zit. Nee, dat ja. is mijn partij ongezond? Nou, ik wil net zeggen, qua macro's uh, is dat, dat gewoon... Nee, maar los van de macro's zitten er gewoon allemaal chemische dingen in om het... Lekker ja, zo, ja. Te maken. Ja, ja, een vegan kaas is één chemische bom. Ja, ja, ja. ja, ja. Is nep. Ja. Is plastic. Ja, we ja. eten geen uh, dieren, maar we eten wel plastic. Ja. ja. Nee, <laughs> dat gaat hem niet worden bij jou, begrijp ik. Nee. Maar heb jij nog, ben, je, ben jij daar nu zelf helemaal uh, in balans? Of is balans ook een beetje van links naar rechts schieten? Ja, ook wel een beetje. Daar ja, ben ja. ik ook wel achter. Dus ja, het ja, Ook wel een beetje van links naar rechts schieten is. Kijk, ik heb het. Uh, Verschrikkelijk lang volgehouden om mijn macro's bij te houden. Ik denk 4,5 jaar. En waar je echt met zo'n app helemaal die shit? Nou, op een gegeven moment weet je het. Ja, ja, okay. ja, dus op een gegeven moment weet je, hoef je dat niet te doen. Maar dan weet je, het. ik heb 4,5 jaar denk ik in shape. Was ik echt gewoon in shape, 24-7. En toen kreeg ik rugpijn. En ik denk dat toch rugpijn of pijn in je lijf als een seintje ook van je lichaam is, is Absolutely. van je bent een beetje te ver gegaan. En ik was voordat ik die rugpijn kreeg, zo van oh ik heb niet getraind. Oh, ik moet nog, terwijl ja, ik moe was. Ja, ja. En uh, door die rugpijn werd ik gedwongen om te stoppen gewoon ermee. En die rugpijn is inmiddels weg al. <laughs> anderhalf jaar toch? Je neemt het zeker voor het onzekere. Je weet nee, het niet. Nee, maar inmiddels heeft de rugpijn plaatsgemaakt voor heel veel wijn en lekkere dingen en zo. Ah. Dus mijn, ja, mijn, mijn buik is niet meer zo plat als eerst. Ik heb ook gewoon weer putjes in mijn billen. Maar ik ben wel een stuk gelukkiger, denk ik. Ik heb gewoon, en dan zeggen mensen, ja, practice what you preach. Ik ben zelf door een bepaald um, uh, journey heen gegaan ja. om hierachter te komen ja. wat balans ook is. Ja. En uh, ja, dat is ook wat ik opschrijf. En dat heb ik ook bij ja, mijn. Practice what you preach. Ik denk juist dat jij een van de weinigen bent geweest. die daar gewoon ook in je boeken. gewoon wel redelijk chill over ja. was, toch? Ja, ja. ja precies. Ja, de mensen vaak die, denk, die mijn boeken niet hebben gelezen. denken: eet jij? Ja, precies. Ja, 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 nee, inderdaad. ja echt. Elke dag. Wie je dat? Ja, echt. Ja, ja, ja. Maar ga je daar met de, met, met, met de kennis die je dan de afgelopen tijd hebt ervaren. Kan je, wat, ja, wat, wat is je. Volgende stap. Nou ja, wat is, je, wat is je eigen leermoment. wat je dan al dan niet misschien in een nieuw boek gaat vertalen? Nou, uh, dat heel veel uh, mensen. Onrustig zijn, waaronder ik zelf was dat ook. Dus je hebt een onrust van binnen. Misschien heb je onverwerkt trauma. Ben je ongelukkig, zit je niet lekker in je vel. En dat zijn heel veel redenen waardoor je gaat eten. Ja. En dat ik denk dat als je de kern gaat oplossen op opzoeken van waarom eet ik nu, waarom doe ik wat ik ja. doe, waarom drink ik zoveel alcohol? Dat je dan uh, tot een oplossing kunt komen. En als je het gewoon accepteert, dus het voelt wat er aan de hand is. In plaats ervan weglopen ja. in iets, ja. drugs, alcohol, ja. maakt niet uit, uh, mannen. Ja. Uh, en dat is wat ik heel erg om me heen heb gezien, want ik zie, er zijn echt uh, meer dan 200.000 mensen afgevallen met mijn boek, en sommige mensen die hadden gewoon uh, waren 35 kilo kwijt, maar die vonden zichzelf nog steeds dik en lelijk. Dus ja, ja, ja verknipt zelfbeeld, ja, 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 ja. geen zelfliefde. Nee al die dingetjes en dat is wat ik nu ook in mijn laatste boek de cellulite guide heb ik dat ook uh, meegenomen dus ook meditatieoefeningen om meer van jezelf te gaan houden jezelf te accepteren mijn journey heb ik erin opgeschreven hoe ik van mijn cellulite af kwam maar daar, tegelijkertijd daarbij heb ik je ook geschreven dat ik het niet meer waard vind nee, nee. om om, om zo... acht weken niet nee. suikers en acht weken geen wijn. Ja, jij bijen. zegt eigenlijk is het iets veel groter,s en en eh, namelijk gaat het echt over balans in jezelf. Ja, ja maar... en gelukkig zijn. Nee, maar hoe dat is dat is precies natuurlijk waar uh, over koekeroe ook gaat hè? Je je je, je, nou ja, je je binnenste je kracht wat je vuur geeft. Maar hoe heb je dat bereikt dan? Hoe of, of zit je daar nog steeds zelf gewoon helemaal mee te maken ja, ja. die hele die gewoon, hele journey ja. ja. Ja, want uh, um, ja, oké, okay, daar stond ik dan op die fotoshoot helemaal strak. Uh, nou ja, je hebt het zelf denk ik ook wel meegemaakt. Je werkt naar iets toe, je, je laat er Heerlijk. alles voor. Ja. Je staat en je bent echt wel happy met je, met je lichaam, maar ik ben nu niet minder happy. Nee. nee. En, uh, maar ik merk wel, en dat, dat is precies wat je ook zei net met je boeken, uh, het is gewoon lekker om een houvast te hebben. En natuurlijk is het veel mooier als wat jij zegt van eh, gewoon doe wat goed voelt. Maar het, het is ook glad ijs of zo, weet je wel? Het is ook uh, het is veel lastiger um, om, om, om gewoon niet zo'n houvast te hebben, om niet ergens naartoe te werken. Ja, ja. ja maar dat, als je dus zo'n houvast hebt, waarschijnlijk, jij hebt het ook voor iets gedaan. Ik heb wel eens een foto'shoot waar ik het voor me doe. Ja. Het gaat wel zo. Het wordt soms ook wel een beetje dan extreem. Tuurlijk. Nee, dat is en, waar. En ik, ik denk dat het fijner is om gewoon je het hele jaar lekker in je ja. veld te... Dus dan ben je misschien niet zo droog, heb je misschien niet een sixpack en. Uh, een paar putjes in je billen, maar je bent gewoon wel nog steeds in shape. Prima voor de meeste mensen en voor jezelf. vooral. Maar niet meer dat hele extreme. Nee. Ik, want dat zie ik heel erg mee. Want ik volg natuurlijk ook al die fitnessmeiden en zo. Ja. Die wedstrijden. Ja. Nou, die herken je vier weken na zo'n nee. wedstrijd niet meer terug. Nee. Die zijn me opgeblazen. Ja, ja dat is echt extreme. En dan denk ik, nou, laat dan maar wat minder buikspieren voor net ene moment op het podium. Ja. Dan heb ik liever gewoon het hele jaar dat ik lekker gewoon in mijn vel zit. Ja. Nee, wat dat betreft hebben natuurlijk heel veel mensen in de fitnesswereld ook een eetprobleem. Ja, en 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 dat zijn dus de mensen die allemaal tegen mijn boek. boek. Ja. Ja, en nou, als ik een boek uitbreng, laat ze ook met cellulite kijkt, Had ik allemaal in de fitnesswereld gingen ze allemaal mij saboteren. Ik was allemaal ambassadeurs in één keer kwijt, ik want vans. Ja, omdat ik natuurlijk weer aan de reactie of zoiets zou aanzetten En dan denk ik, oh. uitgerekend van jullie, waarvan ja, ik weet wat uh, jullie allemaal doen. Ja, om daar op dat podium zo eruit ja. te zien. krijg ik dan, ja, maar dat is allemaal. Nee, maar dat vind ik altijd zo doorgeslagen. <laughs> Want dan hebben ze ineens dan hebben ze ook cheat days en zo. Nou, dat kan allemaal. Maar dan ook, dan slaan ze echt door. Ja. Dat je echt denkt, ja, maar dit is. Dit, ja. En dat is, dus, dat is dus echt doorslaan. En, ja. en een cheat meal, oké, okay, maar cheat days. en dan allemaal McDonald's en dat gewoon. Terwijl ja. een cheat day is eigenlijk een refit dag. En dan refit je je lichaam... Dat moet je eigenlijk doen met goede koolhydraten. Zoals bruine rijst, bruine pasta en dat ja. soort dingen. En niet met McDonald's nee. en chocola. En dan maakt het allemaal niet meer uit. Maar vooral vond ik het echt uh, bewonerswaardigend toen ik in zo'n sportschool trainde een tijdje geleden in Rotterdam... Uh, dat ze drie weken na zo'n wedstrijd niet meer te herkennen nee, waren. Nee, echt. Maar echt gewoon niet meer. Ja. Dat je dacht, He, heeft zij die gewonnen drie weken geleden... Ja. Wow, wat is dan in die drie weken nu gebeurd? Ja, nee. ja, goed, dat is een beetje wat met jou gebeurde na expeditie Robinson. Ja. En dat is wat ik niet meer wilde. Dus daarom had ik die stok achter de deur natuurlijk voor die Instagram. En in principe heb ik nu natuurlijk nog steeds natuurlijk een stok achter de deur gecreëerd, want heel Nederland. Want je hebt, nee. van je Laurens bent, u weet wel. Ja. maar het is ook echt zo van, je, je hebt toch een killerbody, komt kom als een fotoshoots en dan hangt er in dat rekje van de, van de, van de, van de kleding allemaal in dan zeg ik, pardon. Oh ja, we dachten: dit is leuk en leuk. Ik zeg: nou nee hoor, ik ga dit niet aantrekken. Maar omdat ze denken: oh ja, low. toch een killer bolle, ja, ja. Dan toch wel continu gewoon in lingerie. Nou, ik zal nooit vergeten: vond ik echt super tof. Uh, en dat was de radio, dus mensen zagen het niet. Maar dat jij nog in de studio uh, op een gegeven moment liet zien aan mij dat jij, ja, noem je dat, noem je dat. Ja. Kuikvuil, ja. ja. Die heb ik laatst gepost op internet. Oh, oh ja, ja, ja toevallig. Ah, er zit nu ook wel wat vet bij. Toen was het echt alleen maar vuil. Maar nu... nu is het ook wel wat vet. Ja, ik echt... Je zegt het met een hele gezonde twinkie in ja, nee, ja, daarom toch. Ja. Dat vind ik echt mooi. Ja, maar dat komt door mijn zwangerschap. Ja, dat ja. heb ik gewoon. Als je naar voren hangt, zie je het helemaal. Maar waarom, is, waarom zeg je dat vet met zo'n trinkling? Omdat je gewoon heel gelukkig bent. Yeah, yeah, ja, gewoon... gewoon nu een vet randje. Ja. Maar nu had ik wel zoiets van: oké, okay, um, je bent ook nog wel het gezicht van je bedrijf. Ja. En um, ik heb dan uh, eigen bikini ook. En uh, dat ga ik nu voor het eerst zonder sap doen. Dus ik heb uh, twee jaar met sap gedaan. En nu ga ik mijn eigen bikini-lijn, dus voor die shoot van, uh, van mijn bikini-lijn, is in februari. Uh, in, in Curaçao, moet ik wel gewoon weer even aan de touwtjes gaan trekken. Ja, 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 dat okay. wel. Dus dat is dan weer gewoon een ja, mooi een target. Middel, ja. Dus uh, ja, dat, ik heb wel voor mezelf, ik had mijn vetpercentage gemeten, denk ik, oké, we gaan even wel een beetje naar beneden. Nu. Ja. Maar ik vind wijn gewoon zo lekker. En uh, dat is niet zo heel goed, hè? Nee. <laughs> nee, 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 nee. Nou ja. Nee. Uh, maar hoe sowieso? Want ik, uh, uh, dat, dat is bij mij gewoon heel erg de drijfveer geweest, om ineens door dat trainen te denken, oh ja, je kan alles trainen. En dus ook je hersenen, of gewoon, daar de, 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 voel je je gewoon zelf lekkerder van. Wat zijn een beetje jouw. Waar geloof jij in? Nou, ik geloof heel erg in het principe dat alles mogelijk is. Uh, de kracht van je gedachten, ja. daar geloof ik heel erg ja. in. En uh, dat is eigenlijk een bepaalde manier van ja. leven. Wie ik mijn hele leven al aanhoud. Heb je daar boeken over gelezen? Nou, nu inmiddels ja. wel. Maar ik ben ermee opgevoed. Dus het is begonnen bij de opvoeding van mijn moeder. Die mij leerde als klein meisje dat, alles, dat je alles mogelijk is. Ik geloof zelf niet in God, maar mijn moeder is wel heel gelovig. En in het hindoeïsme. En die gaf mij als kind een mala. Weet je, dat is een, dat is een ketting met acht, 108 kralen. En dan zei ze, je kan bij iedere kraal vragen wat je wilt hebben. En uh, dat deed ik dan ook als klein meisje. Dus uh, ik wilde een paard. Maar ja, we hadden een uitkering. En mijn moeder was alleenstaand. Maar ik wilde wel een paard. En de paard is uiteindelijk gekomen. Ja. En, zo, uh, en ik was niet alleen aan het vragen om dat paard. Maar ook uh, visualiseren van het paard. Ik had hem al een naam geven. Ik zag hem al in mijn gedachten. Ik wist hoe hij rook. Ik was hem aan het borstelen. Ik kon uren van het serie. als ik me niet lekker voelde. Ik had van die paardenblaadjes niet de penny, maar volgens mij de hoefslag, waar ik dan in uh, las. En ik zag hem gewoon al voor me, en hij is daar uiteindelijk gekomen. En toen dacht ik dat was voor mij het eerste bewijs dat alles mogelijk is, dat mijn moeder gelijk had eigenlijk. En dat zit zo erg in mijn systeem dat ik later op ging scheppen in groep 8. dat ik in goede tijd slechtdagen ging spelen. <laughs> ja. ja. En uh, nou, dat is eigenlijk ook gewoon gebeurd. En vanaf dat moment is eigenlijk alles wel uitgekomen waar ik om heb. Ge Waar ik om vroeg. Maar ook, mijn moeder zei ook altijd: fai, het woordje niet kent het universum niet. En mijn moeder heeft zelf vier kinderen van drie verschillende vaders. En daar schaamde ik me altijd heel erg voor op school. Dus en ik zei altijd, mijn broertjes en zusjes zijn ook uh, blank en blond. En Dus mensen vroegen altijd, hoe, hoe kan dat? Weet je wel, dat soort dingen. En waarom willen een andere achternaam? En, ik zei altijd: Als ik later groot ben, dan wil ik geen kinderen van verschillende mannen. En dan zei mijn moeder: Nee, het je niet kent. Universum gewoon, niet je hebt het jezelf aangedaan. <laughs> ja, ja, ja. En nu heb ik twee kinderen van twee verschillende mannen. Ik had moeten zeggen: Ik wil één man en daar een gezin mee stichten. Want dan focus je op wat je wilt. En daar ben ik me heel erg in gaan verdiepen in die stof. Dus ik heb gezien, door ook naar mijn verleden te kijken, maar ook nu naar in het leven wat ik nu leid. Alles waar ik mijn aandacht aan schenk, zeg maar, dat groeit. En dat is echt zo. Ja. Dus negatief en positief. En dat doen heel veel mensen ook met die on zijn met hun lichaam. Ja. Je op ik wil dat... niet op. Nou, nee, ik ben dik. Ja. Ik ben dik ja. en ja. ik ben lelijk. Nou, als jij denkt dat je dik en lelijk bent of dat van jezelf vindt, ja. dan word je ongelukkig ja. van die ja. gedachte. Ja. Ja. Word je ongelukkig van wat gebeurt er? Je gaat eten. Ja. Want je wil je eventjes comfort ja. en uh, nou, comfortfood en dan ga je weer eten. Dus dat is een visueus cirkel waar ik ook nog steeds wel soms in zit in sommige dingen natuurlijk. Maar wat ik heel erg heb geleerd is als ik heel even negatief uh, over iets ben of onzeker, dan. Uh, ga ik meteen mijn affirmaties roepen? Ik heb allemaal geschreven: affirmaties voor ja, bepaalde ja. dingen. En... Maar dat doe je alleen dan? Of is dat... Nee, is het ook mijn standaard affirmatie? Die zit de hele dag in mijn hoofd. En wat mag ik niet weten? Mm, ja, ik ben goed zoals ik ben. Alles wat ik doe, succes. Geld stroomt op alle mogelijke manieren in mijn leven binnen. Ik ben gezond, strak en gelukkig. <laughs> dat is Lekker. mijn standaard Lekker. affirmatie. Wel, maar dat is goed hoor. Dat gaat gewoon 1008 ja. nou ja, keer per dag. Ja, 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 ja. En dat is wel grappig. En uh, ook soms in mijn slaap of in mijn droom. Ja. Als ik zeg maar ook bijvoorbeeld pieken s avonds, dan leg ik mijn handen op mijn buik en dan doe ik die. Maar ik kan ook bijvoorbeeld uh, op een bepaalde situatie, uh, bijvoorbeeld nu met mijn nieuwe bedrijf, uh, dacht ik ga ik dan naar de bank of ga ik een investeerder zoeken. En ik dacht in de eerste instantie, de bank gaat mij nooit. Geld geven voor dit. Weet je, het is allemaal nog zo pril. Toen ging ik met de investeerders zitten. en die zeiden toen tegen mij. Nou, uh, proteïne-repen, ik weet het niet hoor. En uh, waarom is het er dan nog niet? En. <laughs> nou, je kan ik al ka helemaal niet mee. Ik ga toch maar naar de bank. En toen ben ik gewoon een plan gaan maken, van aanpak. En toen heb ik gewoon elke dag die affirmatie gedaan. van wat ik van de bank kreeg. En op een gegeven moment uh, weet ik nog dat ik afspraak had bij de bank en ze had nog niks laten horen, die mevrouw. En toen heb ik s'avonds in bed gevisualiseerd dat ze me de volgende dag ging opbellen en wat ze zei. En ze heeft exact gezegd wat ik zei. Ja. Ik zei in mezelf, ze belt me op en ze zei, nou, Thaya, we vinden dat je een fantastisch bedrijf hebt. En uh, je krijgt de lening. Nou, dat heeft ze ook gezegd en dat heb ik gekregen. <laughs> ja. Kijk, ik geloof het ook heel erg. En ik weet dat er sommige <laughs> mensen zijn die worden gek hiervan. Want die hebben zoiets van... Oh, het is, maar ja, het is... Ja, maar dat zijn de mensen die denken dat, dat, uh, dat je geluk moet hebben en, en allemaal dat soort dingen. En dat zijn mensen die, die ook dat ook niet hebben meegekregen in de opvoeding, maar daar gewoon echt niet in geloven. En, en, en en ik geloof niet in geluk. Ik geloof dat geluk er wel is. Maar dat is voor de doorzetter. Want als ik jou mijn leven vertel. is alles behalve geluk en aankomen waaien. Alleen, ik ben altijd aan het doorzetten geweest, maar ik ben ook altijd aan het overleven geweest en daar ben ik nu vanaf. Tenminste, daar ben ik heel hard voor bezig. Want bij mij gebeurt dit altijd in mijn uh, leven. Piek en dalen, ja, ja. Dat ik die overlevingsdrang heb, dus ik creëer dat ook weer dat ik weer moet overleven. Want het diep in mijn onderbewuste zit: oh, als het misgaat, overleven we wel weer. Ja, dus er ja. komt iedere keer iets op mijn pad. Waardoor ik weer moet overleven. Ja. En dan kom ik er ook wel weer uit. Maar dat geeft ook de brandstof, toch? Ik, ik, ik... Ja, maar het, ho het hoeft niet meer. Het kan nu ook gewoon een keer stabiel zijn zonder overleven. Ik heb mezelf bewezen. Ik hoef me niet meer te bewijzen. Ik, ik, tuurlijk, als ik een diepe dal is, dan kom ik er wel weer uit. Maar het is niet nodig. Nu. Ik wil gewoon relaxed. <laughs> ik wens je veel succes. Ja. Nou, nee, niet meer in die overlevingsmodus. nee, gewoon. nee. Ja. Maar het is toch. Uh, nee, oké, okay, maar je hebt toch juist van alle shit. Leer je toch gewoon? Jawel, maar dat heb ik dan toch nu geleerd. Ja, ja, zo. En uh, ik hoef niet nu weer failliet te gaan of zo, om dan weer te leren dat ik daar weer uitkom, snap je? Ik bedoel, ja, ja, ja snap En als dat ergens in jouw kern zit, dat zie je dus bijvoorbeeld, je ziet dat met mensen die de loterij winnen, die arm zijn dus ja. zelf geen geld hebben. 70% daarvan verliest het weer ja. omdat er in hun onbewuste zit gewoon geld is niet voor mij weggelegd. Ik ben arm of ja. uh, ik ben niet goed genoeg. Ja. Dus zij verliezen altijd weer dat geld. De 30% die het houden, was al rijk toen die loterij won. Snap je? En dat is een ja. beetje wat ik probeer te zeggen. Ik, ik hoef niet meer te overleven. Het is nu gewoon goed. Ik ben succesvol. En ja, klaar. <laughs> nou ja, ik, ik, uh, je, je bent dus ook een beetje zo opgevoed. Maar wat zijn boeken uh, die jou, uh, nou ja... Inspireren. Nou, ja. Nou, dus zeg maar, mijn moeder heeft me dat geleerd. En toen ben ik uh, mijn allereerste boek... Nou, ik ben opgevoed met het boek van uh, Louise Hay. Je kunt je leven helen. En met affirmaties. Dat, dat boek las mijn moeder voor en dat, dat, is, dat lag altijd bij ons. Um, maar het eerste boek wat ik las, waarvan ik dacht: hé, hey, dit doe ik ook al jaren, was Think and Grow Rich. Ja, Napoleon Hill. Ja. Ja, ja. En die las ik drie jaar geleden, denk ik, of zo. In uh, Thailand was ik in mijn eentje op vakantie. En toen. Kreeg ik dus dat onderbuikgevoel. dacht ik: wow, dit doe ik dus al eigenlijk gewoon mijn hele leven. Bekend, ja. Maar ja, toen ging ik het dus uh, nog beter doen. Want ja, doord doordat ja. ik toen de tools kreeg van uh, je moet een strak online doel hebben. Ja. Uh, weet je wel, ja. precies vragen wat je wil, ook bedragen en dat soort dingen. Toen ben ik het ja, gaan fine-tunen eigenlijk. En uh, ik heb dit boek op mijn telefoon. Ik luister als, het als luisterboek vaak. En elke keer als ik opnieuw een hoofdstuk luister, dan komt er weer, ja, iets. Komt er weer iets nieuws dat oh, ik denk, schoppen. oh dit had ik vorige keer nog niet gehoord. En, en, en wat zijn dingen die uh, los van de fine tuning, die echt wel nieuw voor je waren, waarvan je dacht van hé hey, nee, dat, uh, want ik bedoel... Is gewoon een beetje je ja, mastermind groep, ja, ja, dus zeg maar um, ja, meer breinen, intelligente breinen weten meer dan jij alleen, zeg maar. Dus je moet ook mensen om je heen om je heen verzamelen. En dat heb je die dat heb je Ja, die je verder ja? kunt. Nou, niet echt een, een groep, nee, maar, nee, ik heb, maar zeg maar. Nou, ik heb twee mensen om me heen verzameld waar waar ik advies van krijg en die mij, die mij omhoog uh, ja, ja. helpen. Want daarvoor was ik ben iemand ben Zo'n gever, dus ik wil altijd iedereen motiveren en inspireren. Ook mijn vriendinnen: je moet het zo doen, en zo doen, en zo doen, en dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar ik had nog tot op heden niemand om me heen die tegen mij zei: Je moet het zo en zo doen, nee, of zo en zo. En die heb ik wel om me heen gecreëerd nu, dus waar ik ook mee kan sparren en uh, die mij verder helpen en die al verder zijn als ik, ja, ja. ja. En uh, in hoeverre vind jij dan, uh, want dat is ook echt typisch Napoleon heel wat ik dan zelf al een lastig vind en. Als we jouw carrière kijken, lijkt me dat ook, of misschien nu niet meer. Maar dat is zeg maar beheerste aandacht. Dus echt gewoon. Nou ja, dat, dat kon focussen. ik eigenlijk ook niet. Nee. Dat kon ik helemaal niet. Heb je dat? Hoe heb je dat, nou, dat? dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Ja. Ik heb het op mijn arm gedatwerd vorig jaar. Focus. Oh focus. Oh ja. Daar staat het. <laughs> ja. Uh, en nou, dit is kijk, dit is die mountain van succes ook. Ja, ja. En ook van het slimme. Dit is de cover van het boek Het slimme onbewuste. Nou, dat boek kan ik iedereen aanraden, ja. want dan wordt ook veel meer duidelijk over je onbewuste. Uh, en je patronen en zo, die daar echt gewoon allemaal in de boekkast staan. Maar um, ja, op een gegeven moment, en dat is echt pas sinds kort, sinds ik heb eigenlijk pas sinds twee maanden de DJ-carrière opgegeven. Ik wilde alles tegelijk, maar op een gegeven moment dacht ik ook nu met de bank en het support, van, als je nu groot wil worden, je kan nu doorpakken, maar dan moet je echt ook al die ruis laten gaan nu. Maar heb je dan gekozen voor het, succes, het meest succesvolle of gewoon echt met je hart? Zeg maar? Nou, al, alles. Wat, ik geloof niet dat je iets kan doen wat, wat niet met je hart is. Dat nee. heb ik ook wel geleerd in mijn leven. Met de kinderkledingwinkel. Omdat ik dacht dat ik rijk van werd. Nou, dus ja, ja, ja. dat heeft me alleen maar geld gekost. Ja, 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 ja. En spreekt en cabines, dat soort onzin. Ja, dus dat ja, ja. heb ik ook allemaal al geleerd. Huh. Maar um, uh, uh, nee, mensen helpen. Dus mijn, mijn, mijn missie is mensen motiveren, inspireren en activeren. En motiveren en inspireren door middels van boeken en lezingen. En activeren ook met sporten natuurlijk. Maar ook met gezonde voeding en bewustwording over voeding. En ik vond gewoon dat dat er nog helemaal niet was. Nee. En dat is er ook nog niet echt. hele eerlijke voeding. Dat het ook nog een beetje goed voor het milieu is. Dus het is ook wel groot. Maar het is wel wat in mijn missie past. En wat ik heel leuk en, vind en om binnen, te doen. Uh, hoe leuk het ook is, daarin past inderdaad niet uh, een DJ-carrière. Nee. En, en, en als je nu wordt gevraagd voor een van de fucking film. Uh... Nou, dat heb ik dus gedaan net. Oh ja. ja. <laughs> dat past niet echt. Nee, dat past er helemaal niet in. Ik had eigenlijk ook nee gezegd. Ik was dus gevraagd voor die film. En toen, uh, omdat ik ken die meneer die het produceert omdat hij me weer hielp aan een drankje. Aan een fabriek die ja, ja, ja. drankjes maakt. Dus daar was ik eigenlijk met hem heel erg over aan het uh, brainstormen. En toen belde hij mij of ik, hem, of ik in een film wilde spelen. En toen, daar moest ik een maand voor naar Suriname. En toen zei ik gewoon nee, sorry, dat kan niet. Want ik kom nu met mijn reep uit. Ik zou, eigenlijk, ik zou eigenlijk al nu in de winkel liggen. Um, dat kan dus niet. Dus ik had ook echt nee gezegd. En dat vond ik wel jammer. Want ik dacht, ah, een film vind ik wel leuk. Want de reden dat ik ben gestopt met filmen... Of je uh, was niet per se omdat ik het niet leuk vond te acteren. Maar meer omdat het gewoon niks opbracht. En ik alleen de moeder was en ja. geld moest verdienen. Um, en toen uh, werden die repen dus uitgesteld. Omdat die fabriek uh, mij afzei. Die had 160 klanten uh, afgezegd. Okay. Ja, dat was mijn eerste... Uh, nou ja, niet tegenslag, want ik had wel een backup plan. Maar wel dat ik dacht: wow, oké, okay, zo kan het dus ook ja, gaan. Ja, ja, ja. Maar oké, okay, dus die repen werden vertraagd. Toen dacht ik nog: oh, dan had ik wel die film kunnen doen. Maar ik dacht: ik ga niet bellen. Weet je? Maar ik dacht het wel. En toen belde hij twee weken later: dat uh, Emanuela dus was opgepakt. En of ik haar rol wilde overnemen. Want hij had me eigenlijk in de eerste instantie voor een andere rol gevraagd. En toen dacht ik: nou, het moest dan toch wel zo zijn. Heb jij niet toevallig heel veel pillen bij haar in haar tas? <laughs> Nee, ik ja. zou niet durven, nee. Ja, <laughs> nee. Oké, okay, wat mooi zeg. Nou, en dat was best wel heel leuk om te doen. Maar ik kwam er wel achter... en dat heb ik ook eerlijk gezegd... tegen Rodney de producer... Ja. Um, ik had maar twee weken voorbereidingstijd. Doordat het natuurlijk allemaal zo lesminder ja. was. Maar als dit het enige was wat ik deed. had ik die rol beter neergezet. Want ik, ik was dan nee, een Surinaamse. Nee. nederlands Surinamer. En ik heb best wel goed gedaan, denk ik. met het accent en zo. Maar als ik twee weken me kon focussen. op Echt, mijn accent. En acting shit. Ja, dan was het toch beter. Omdat dus. Dat je nu ook nog via de zakenvrouw was die ondertussen even telefoontje deed. Ja, tot het laatste moment. Tot het laatste moment. En ja. ik kon daar niet. Ik kon niet met de dramacoach afspreken. Want daar had ik geen tijd voor. Want ik was allemaal druk. Dus. Toch, ik heb die film gedaan, ik heb het heel veel liefde gedaan, maar ik realiseerde me, dit is wel de laatste keer dat ik. Ja? ja? Nou ja, dan zeg je nu, niemand gaat je eraan houden. Maar, nee, maar uh, ik bedoel meer van, van zelf, omdat ja. ik wil iets goed doen. En ik dan had ik laatst ook op Dent Valley dat ik geen één plaat had voorbereid. Toen dacht ik, ja, wat sta ik hier dan op Dent Valley te doen? En dat ja. was ook met de film, je bent straks op een groot doek. En ja. heb je het niet echt het allemaal eruit gehad, maar je eigenlijk een andere baan heeft. Ja, ja, ja. Maar wel knap uh, dat je ten eerste die keuze durfde te maken. En nu, weet je wel, ben je ook succesvol en zo, maar ik vind het, nou ja, als ik naar mezelf kijk best wel lastig omdat ik gewoon toch denk ja nou bepaalde dingen die moet ik gewoon doen daar verdien ik ook mijn geld mee en, uh, ja maar je weet je wat het wel is dat is ook wel zo en het is ook wat jij zegt wat je durft te doen want nu durf ik het durfde dat eerst dus nee, niet precies. maar als je dan dingen loslaat word je zoveel beter in het andere ja. verhaal en dan komt daar zoveel meer geld ook weer uit daar geloof ik wel heel erg in dus ik denk wel dat het misschien in het begin gaat een beetje misschien ja, ja. financieel voelen uh, of misschien niet eens financieel, maar omdat je het gewoon leuk vindt om alle dingen te doen. Want in de filmwereld verdien je bijna niks. Maar het is gewoon leuk om te doen en je wil erbij. Maar als je het eenmaal los hebt gelaten en je gaat echt voor waar, ja, waar je hart ligt. en je geeft daar al je energie aan, dan wordt dat zo groot. En dan haalt dat alles in wat je daaromheen kunt verdienen, zeg maar. Dat geloof ik wel. Los van Napoleon Heel nog een ander boek wat je heel geïnspireerd heeft. Ben je veel aan het lezen? Ja, ik lees heel veel boeken. Leuk. Maar ik vergeet altijd, ik ben een heel slecht in namen. Ik heb een hele stapel naast mijn bed. Even kijken hoor, uh, wat vind ik een heel goed boek. Nou, uh, ik heb er onlangs een gekregen van, uh, van mijn tante. Die ben ik nog niet in begonnen. De zin van het bestaan. Uh, oh, die uh, Victor uh, Frankl, van die in het concentratie. Ja, ja, ja. super heftig. Ja, heb je wel mooi, ja, ja, ja. ja, ik heb hem gelezen. Nou, ik vind het heel bijzonder dat, dat je dan de liefde in jezelf... Ja. De, het geluk in jezelf nou, hebt. Je ja, precies. Het is, het is gewoon echt... als je in zo'n slechte omgeving zit... Uh, en, en je komt dan tot de conclusie... dat je dus geluk zelf maakt. Uh, hè, dat je zelf bepaalt ja. of je gelukkig bent of niet. Ja, dan... dan ja, daarom... Ja, en, en ik denk dat jij dit wel weet en dat ik het wel weet. Maar als je dat boek leest, dan voel je het echt helemaal. Ik okay, denk, ja, oh moet my god. Dus ja, die ligt ja. nog naast je bed. Het uh, is wel heftig, hoor, omdat je gewoon heel erg wel in die concentratiekamp-vibe zit. Dat je, poof, ja, ja, maar dat ja. vind ik dus heel erg knap. Maar daar gaat het wel even om. En ik ben net ja. terug uit Londen. Ik was gisteren in Londen, dat ik zo'n lezing of eergisteren uh, van verschillende gurus. Uh, wat ik best teleurstellend vond, omdat ik... Nou, waar, ik voor kwam, waar ik voor kwam, Den de Panani, of Den Panini. Ik weet echt oh, ja. niet zo goed hoe ik hem uitspreek. Die volg ik natuurlijk al een hele tijd. Dus ik had al heel veel gezien op YouTube. En dan ga je hem in het echt ontmoeten. En dan krijg je die basis weer, die je echt al honderd filmpjes geleden had ja. gezien op YouTube. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Uh, maar, wat is zijn, maar wat ik zo uh, mooi vind aan hem is uh, over. ja. Uh, hij is toch heel erg van geld verdienen ook en zo? Your mind goes where your energy flows. Nee, dat is. Den, is die oh. was, stond er ook. Oh. Dat vond ik een streulijle. Ja, die is heel, helemaal die is heel, niks mee. Nee, die, maar ja. ik leek wel, nou, toen ik leek wel de enige in de zaal die daar niks ja. mee had. Volgens mij kwam iedereen voor hem. Ja, ja, ja. En die heet Dan. Uh, ja. Ik ben een, ja, Dan Japanja of zo. Ja. Nou, Panja, hij Hij ja. is gewoon echt netter gek die gast. En ik kon me gewoon niet voorstellen dat iemand dat leuk vond wat hij zei, want hij kwam op en hij schold ons allemaal uit. Ja. You stupid kans. Ja. ja, dat is echt zijn ding. En, ja. en dat wij hier geld voor betaalden ja. om zijn bullshit aan te en ik wou ja. echt bijna opstaan en weggaan, want ik. Ja. Was om, Helemaal moe en ik wou die daarna wel heel graag horen, maar toen keek ik om me heen en dacht ik, oké, okay, dit is misschien wel een oordeel, maar deze mensen om me heen die, die dit fantastisch vinden, ja, nou, die gaan nog 300 keer naar dit soort lezingen en maakt er geen ja, flikker weet, Iemand als Michael Pilatschik gaat helemaal goed op die gast. Die vindt... En dat snap ik dus niet. Nee, snap ik ook niet. Snap ik geen reet van, omdat hij zelf... Nee, uh... nee daar snap ik dan helemaal niet meer van, want hij is ook spiritueel. Maar dan moet ik zeggen, ik was ja. zo teleurgesteld dat hij schold. Op een gegeven moment ben ik gewoon in, ook in slaap gevallen, want ik, 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 <laughs> ik, ik, ik sluit me er dan ook maar voor af, want ik word gewoon uitgescholden en ik denk, ja, doei. doei uh, ik ga dit niet tot me nemen, deze energie van jou. Want ik heb net geleerd van die ander, die ja. wel heel positief ja. is, dat je voor dat soort bloedzuigers moet ja, afsluiten. Ja, ja. Maar dat was die dat was Die, die combinatie ook van die twee op het ja. podium. Want die ander is helemaal, is, dat is een monnik die al zijn geld en Tien jaar bij de monnik heeft geleefd en naar terugkomt en die weet heel veel over je ja, eigenlijk je mind. En die zegt het is niet je mind wat je kan veranderen, maar je, je aandacht in je mind. Dus zeg maar, je aandachtgoed, je energy flows of zo, je aandacht... Ja, dus stel je ja, ja. voor, jij denkt aan iets ongelukkigs. Bijvoorbeeld aan een concentratiekamp. Dan voel je je meteen down. Ja. Maar het is jouw keus. Tuurlijk. Dus als zicht. jij aan, dat ja. verlegt naar iets positiefs, eh, dan word je weer positief. En hij is van 50 minuten lang concentreren op één ding. Nou, dat heb ik vandaag gedaan. Ik moest een boek afmaken. Ik denk, dat ga ik nu echt doen. Dus niet tussendoor je telefoon ja, ja. of nog een mailtje of nog dit. Um, en ja... Hij is echt ge gewoon van dat jij niet verslaafd moet worden aan, uh, zeg maar, of een slaaf moet worden van de buitenwereld. Dat die voor jou bepaalt waar jij je aandacht aan vestigt. En dat is wel een beetje hoe het natuurlijk gaat. En dat je dat echt gewoon zelf in de hand moet houden. Ja, je moet hem echt even voelen. Ja, 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 Dan uh, Panini. Ja, 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 ja. En ik ben heel slecht in. Uh, uh, ja, maar, ja, maar ik, weet, ik, ik weet ook. Maar die andere heette dus precies. Kijk, dit is hem. Kan jij hem, uh, uitspreken, de naam, hoe je het Kijk, doet, dan doet? Kijk, eh... Uh, Dendapani. Ja, Dendapani. Dat is het. Ah, ja. Een hindoe-priester. Oh, hij ziet er goed uit. Ja. T Totaal tegenovergesteld als die schreeuw. Ja, ja, ja. ja kwam, ik, die heel ja. veel geld dus heeft verdiend. Ja. En ik vond het jammer, want ik ben altijd wel heel benieuwd hoe mensen hun geld hebben verdiend. Ja. En ik had heel... Maar zo inspireer je geen mens door ze uit te schelden op podium. Maar ik ben dus wel, nadat ik was geland, weer in Nederland... En terugreden naar huis, heb ik dus even hem gegoogeld. Want ik had hem ook nog nooit van nee. hem gehoord. Ik kwam echt voor deze hindoe. En toen um, zag ik dus wel video's met Michael, dus ja. waarin Michael hem ja, interviewde, ja, ja. waar er wel iets meer zinnigs uit zijn mond kwam. Ja, zijn, zijn grap is toch een beetje dat je gewoon verschillende bedrijven moet opkopen en dan één groot bedrijf beginnen. Ja, wat hij eigenlijk zei, is dat, je bedrijf, dat hij bedrijven opkoopt van mensen die doodgaan en het niet goed hebben geregeld. Ja. En dat die dus dan uh, heel veel mensen dat doen. En toen ging ik ook nadenken over mezelf natuurlijk. Ja, ja. Want hoe goed heb ik het geregeld als ik nu morgen dood neerval? En mijn kinderen niet in mijn bedrijf werken. Je ja, hebt het niet goed geregeld. Uh, nou ja, mijn bedrijf, mijn dochter werkt er niet. Dus uh, nee, die, ja, die ja, ja, weet je ja. die weten dat dan niet. Dus dat heb ik, ik heb wel uh, goed geregeld als ik ga, Maar ja. met het bedrijf wat ik nu opzet, ja. heb ik niet eigenlijk ja. heel goed geregeld. Okay. En daar haakt hij op in, dat zijn er heel veel. Loodgieters, weet ik ja. wat hij allemaal noemde. Nou, die gaan dood. Die vrouw wil er niks mee te maken hebben. Ja. Die verkoopt het lekker van prikkie, want de belasting legt het vast. Nou, dan zakt die omzet. Nou, dan is het niks meer waard. En dan verkoopt hij die bedrijfjes allemaal op die wel 5 miljoen omzet. zetten. ja. Dat deed hij. Het is allemaal zo geld. Ik vind het zeer. En maar niet waar je hart ligt. Nee. Maar ja, die handel, daar ligt zijn hart dan. Ja. Oké. Okay, en nog, uh, nog een, ander boek of uh, persoon of uh, ik vind het superleuk. Een boek of een persoon. Even nadenken hoor. Um... Maar dit is dus echt allemaal op latere leeftijd gekomen, want, want... Nou, alle boeken die ik heb, die staan ook, die, die koop ik ook altijd in voor mijn webshop. Dus ik ga ze even, die ik heb gelezen, even zoeken, want ik ben dus heel slecht in namen. Byron Katie, The Work, Katie. Nee. Wat is de basis van... Uh... Uh, Byron Katie is uh, zeg maar... als je onzeker bent of er is iets... dat je jezelf een paar vragen ste uh, stelt. Uh, is het echt waar? Weet je zeker dat het ja. waar is? Wie ben ik als, uh, als dit wel waar is? En wie ben ik volgens mij als het niet waar is? Wacht even hoor. Hm. Dus heel Byron vaak Kate. zijn het inter... In, uh, zijn het natuurlijk uh, aannames. Of vullen we dat allemaal zelf in? Terwijl het niet zo is. Of je eigenlijk niet zeker weet dat het zo is. Maar het gaat zijn hele leven... Een heel leven leiden natuurlijk, maar dat is allemaal in je eigen gedachten. Even kijken wat ik uh, voor boeken lees. Die heb ik niet gelezen. Um, oh ja, de, de vierde dimensie heb ik gelezen. Oh ja, de kiekracht, zo oh, een ja. hele mooie. Ja. Er was trouwens ook een spreker die ging over chi uh, energy. Dus hoe je jezelf uh, oplaadt. En eigenlijk de, doe ik dat ook al wel een beetje. Als ik mediteer, dan doe ik altijd uh, visualiseren dat mijn kruinchakra open gaat. En dat er dan een universeel licht naar binnen stroomt. Ja, lichtje, dat licht, ja, is lekker altijd. Dat heb ik ook een fijne gedachte. Ja, nou ja, en dan ga ik meestal met het licht zo. En dan gaat het door me heen, door mijn lichaam. Via mijn stuitje naar beneden de aarde in. En dan helemaal door de aarde, door de aarde, door de aarde. En dan schiet het door de aarde aan de andere kant van de aarde eruit. En dan neem ik dat witte licht weer mee naar binnen, zeg maar. En dan neem je ook de kracht van de aarde weer mee naar binnen. En op een gegeven moment zit je dan helemaal in het licht. En ik heb een, een hele mooie ervaring gehad met kleuren. Toen was ik in Bali met mijn zoon. En die is elf, maar die was toen tien, denk ik. En toen ging ik hem leren mediteren. En uh, toen kreeg ik dus kleuren. Terwijl ik tegen hem aan het praten was, had ik nog nooit gezien. Maar echt gewoon dat je echt velden, ja, paars ja, ja, ja. ziet. Waarvan ze soms zeggen dat het de kleuren van, je, van de chakra zijn, toch? Ja, hoor ik, wel, ik op, of, Van je ouder? Af. Ja. Ik weet niet, maar het was zo heftig. Het was echt dat je dat ziet met je mijn, ogen dicht, zeg maar. Mijn verfspet. Ja, okay. heb ik het ook daarna nooit meer gehad, maar ik vond het wel heel mooi. Ja. Maar hoe vaak mediteer je? Ja. Nou, laatst gaat het weer een beetje, uh, hebt het weg. Dat is ook weer zoiets dat je echt moet dwingen. Want dus ik heb het de hele de... tijd elke dag gedaan. Ja, oké. Okay. Maar dat doe ik echt niet. Ik denk nu één keer in tien dagen of zo. En uh, wat ik wel elke dag doe. is wandelen met mijn hond. 4,5 kilometer. Zo. In de ochtend om zeven. Wat ook een soort meditatief. Ja, en dan doe ik ook heel vaak. Uh, wel een beetje van die meditatiemuziek op. Ja, ja. ja, ja. Visualisaties, dat soort dingen. Maar met mijn Dus dat is dat, Want dat vind ik een belangrijk onderdeel. met iedereen altijd vragen. Ochtendroutine. Uh, Daar Heb je dus. Doe je die affirmaties dan altijd? Of jij hebt gewoon dat. Zinnetje? Als eerste, je ja. wakker wordt. Ja, precies. Ja. Wow, een en heb je dan nog beweging, iets? Of is dat ja, dus je hond Lekker. uitladen? Ja, eerst mijn hond uitladen. Eerst die, even dankbaar zijn dat ik mijn ogen weer open kan doen. Ja. <laughs> oh, Oké, okay, dan lig je dankbaar in je bed. Ja, ja. dat is wel goed. Hè? Dat is heel belangrijk. Je ja. Ja, 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 bent ja. er weer ook. Ja, ja, Gezond <laughs> ja, ja, en wel. Ja, ja, ja. En dan opstaan. Dus dan moet je wel de rust hebben. Ja, ik uh, God, ben wel goede. Weet je wat heel, heel mooi is, wat ik toen had gedaan met die, met die bank? Dus de volgende dag ja, ja. is eigenlijk voordat je gaat slapen even visualiseren hoe je wil dat je dag de volgende dag verloopt. Dus ja, ja, ja. niet over tien jaar wil ik het nee, nee, gewoon hebben, maar morgenochtend maken. Morgen. En dan wil ik dit bereiken en dat wil ik doen en dit gevoel wil ik hebben en dat is. En dan alleen je dag van de dag van tevoren. Lekker dicht bij huis en dan word je de volgende dag wakker en dan is het zo. Ja, nee, maar het ja, ja, gebeurt nee, echt. Het. Ja, ja, nee, nee, nee. <laughs> het. gebeurt echt. Ja, want jouw focus ja. ligt daar. Ja, ja. Dus ja, dat ja. gebeurt. En zo val je ook in slaap. Ja, dat lekker. Ja. Maar dan doe ik dus dat wandelingetje. En dat is echt een mooie wandeling. Dan zie ik de zon opkomen En dan uh, ga ik uh, sporten of niet. Laatst uit het ietsje minder. Maar laat ik zeggen dat ik drie à vier keer in de week sport dan, dan nog. En dan of... hebben we het echt over trainen, hè? Gewoon... Uh, ja. Uh, ja. Gewoon kracht trainen. Ja, ja, geen yoga-achtige shit. Nee. Nee. Ik wil wel dat Pilatus gaan uitproberen. Oh, ja, ja, ja. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Oké, okay, en dat is een beetje je ochtendritueel. Ja, en dan kom ik thuis en dan ga ik douchen en dan ga ik werken. En, dan... en uh, douchen normaal of koud je ook? Afdouchen koud. je Afdouche, koud. Ja. <laughs> doe jij dat ook? Ja, ja, ja. Ik zit helemaal... Ja, Wim Hof is hier geweest. Oh, ja. uh, ik moet zeggen... Dat... Ja, het moet drie minuten, toch? Ja. Dat doe ik niet. Ja, ik begin het nu en ik houd het wel vol. Maar wat is dan waarom het drie minuten moet? Ja. Dan pas werkt het allemaal nee, goed? Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon natuurlijk sowieso de strikreactie goed. Alleen hoe langer je. Kijk, als je iets. Als je drie minuten doet, dan moet je echt wel rustig zijn geworden. Je kan niet. Kijk, je kan niet drie minuten als een wekkel onder de kou. Je, oh nee, dat mag niet van hem. Nee, schrikken, maar ik schrik er niet van. Nee, nee je bent sowieso rustig. Nou ja, dan maakt het niet. Dan mag gewoon drie seconden. Dan is uh, mooi. Als je, als je echt, als je echt erg rustig bent. Ja, ja, nee, ik vind het niet erg. Uh, ik heb in het begin nog altijd, dat ik denk, oh, oh. en dan word ik rustig. Nee, maar ik doe hem niet in één keer koud. Hè. Ik draai hem zo rustig. Ah, oh. oké. Okay. Ja, dat helpt uh, misschien. En doe je, ga je wel naar de sauna? Zeker. Ga je dan in het koude bad? Ja. En vind ja, je dat dan vind een ik top? Ja, nee, 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 nee. Dat is minder erg. Is minder. Hè? Maar ik merk ook nu, weet je, waar ik in het begin echt, jongen, 30 seconden vond ik al lang. En nu ik heb gewoon zo'n tandenborstel die gewoon om de 30 seconden zegt dat je wel anders uh, moet gaan poetsen. En die doe ik dan, uh, nou ja, vijf of zes keer. Echt? Dus dat is, dus dat is, uh, nou ja, drie, uh, twee, drie minuten. Goed. En in het begin, jongen, werd ik helemaal gek. En nu denk ik echt, hey, staat hier wel koud genoeg? Uh, ik was laatst in de sauna, dacht ik echt, hey, is dit koude bad uh, niet meer zo koud? Of ligt het aan mij? Nee, nou ja, dat ligt dus aan mij. Ja. Uh, maar ik, kijk, ik vind het sowieso, we hadden het heel even voor de opname erover. Kijk, als je er zelf in gelooft, dan, dan doet het iets met je. Ja, en, en dat is het echt. Ja. De, de kracht van je gedachten, noem ik dat ook wel. Ik geloof in, nou, we kennen het allemaal natuurlijk placebo. Uh, placebo, ja, pilletjes die je neemt, die je van de dokter krijgt of van een, voor een onderzoek waar niks in zit, maar je hebt het ge geloof ja. dat het je beter maakt en het maakt je beter. Dus wat zegt dat over uh, negativiteit over jezelf denken? Dat het je ook ziek kunt maken. En wij bestaan uit 70% uit water. En er was een onderzoek, volgens mij kan je die ook nog wel vinden. Online, uh, waarin een onderzoeker negatief was tegen water en tegen het andere water positief. Oh, ja, 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 ja. En tegen dat negatieve ja. water stond ook I hate you op het ja. dingetje en I love you op die andere. En dat die moleculen veranderden helemaal. Ja. Van, dat neg van dat negatieve, die werden helemaal minder rond en ik weet het niet meer precies. Maar dat wil zeggen dat als je dus negatieve dingen over jezelf zegt, en wij bestaan 70% uit water, wat het dus met ons doet. En ja, ik, daarom geloof ik ook dat als jij elke dag patat eet en en elke dag gerookt en jij denkt dat dat goed voor je is... dat dat veel krachtiger is dan gezond eten en continu gestrest zijn. Ja, ja, ja. Want die stress en die negativiteit ja. die zijn ja. veel slechter ja. dan dat patatje. Ja. Maar hoe... Uh, want ik denk dat er genoeg dingen in jouw leven zijn gebeurd... Uh, waardoor uh, heel veel andere mensen van slag geraakt waren, zeg maar... En, en het leven niet zo positief zagen. Terwijl, nou ja, je zal ook echt wel uh, heftige momenten hebben gekend. Maar ik ken jou niet anders als... Ja, nou ja, toch inderdaad. Één brok positiviteit. Ja, maar dan hebben we het weer over wat die Nendapani ook zegt. Het is een keus uh, uh, waar je je gedachten heen stuurt. En uh, tuurlijk mag je verdrietig zijn. En daar moet je ook absoluut niet voor weglopen. Ik denk ook dat je het moet ontarmen en dat ja. je het gewoon moet voelen. Bij mij, wij mensen denken wel altijd dat er een actie moet zijn als je verdrietig bent. Oh, je, als kind zeg je, oh, je hoeft niet te huilen, weet je wel. tegen je kind, nou, je mag best huilen. Of nou, dus, dus gewoon voelen wat je voelt. Dus als er iemand dood gaat, ook gewoon. Daar mag je best over om huilen. Maar je moet je ook realiseren dat uh, jij er nog wel bent, snap je? En dat jij, degene die dood is, er niets aan heeft. Nee. Dat jij, zeg maar, ook je eigen leven, zeg maar, bijvoorbeeld, vergooit. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En die boeken die ik dus lees, die hebben mij daar ook uh, bij geholpen, hoor. Want dat boek, even kijken, De Twaalfde Dimensies, dat denk ik, ja. De vierde dimensie had je net de, vierde, ja, ja, de, de ja, de vierde dimensie, maar die heb je jaren geleden gelezen. Nee, de vierde dimensie heb ik uh, laatst gelezen, nee, maar het is niet de vierde, ja, oh. het was nou, in ieder geval het gaat over um, het hier naar zeg maar. Oh ja, en de heelkamers heb ik ook gelezen, um, en dat zijn boeken die mij er wel ook doorheen hebben getrokken. Kijk, ik geloof niet in God. Maar ik geloof wel dat wij een energie zijn. En dat wij uh, hier zijn om lessen te leren op aarde. En dat wij heel klein zijn als je gaat kijken naar het universum. Um, en dat wij hier zijn gekomen bewust met een keus om iets te leren. Wat, en dat we dat nu zijn vergeten, nu weer zijn. Uh, maar dat het allemaal wel een eigen keus is wat er in ons leven gebeurt. Om sne sneller te evolueren En dat dit een soort stage is waar we zijn. En dat we dan... Dat boven dat het daar echt over gaat, daar geloof ik in. Ja, 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 dus het leven gaat door. Ja, dit is het leven niet. Dit is zeg maar het stage. Dus ja, ja, ja. En, en als we zijn uitgeleerd, zeg maar, dan gaan we weer terug. En dan met heel veel wijsheid, of niet. En dan kom je gewoon weer terug om hetzelfde te leren. Omdat je niks dus Je hebt bent ook totaal niet bang voor de dood. Je, nee. hebt, er zin, je hebt er zin in. Nee, bijna wel. Ja. Nee! Nee, ik kan nooit zelfmoord of zo plegen, als je dat bedoelt. Maar nee, nee, nee. nee ik ben er absoluut niet bang voor. Nee, kijk, het, ik zou niet dood willen gaan. Absoluut niet, omdat ik gewoon jonge kinderen heb. Ja. En ik word al verdrietig als ik aan denk dat zij het ja. zonder mij moeten doen. Maar ik denk dat het fantastisch is. Ja. Ja, ik denk echt dat het fantastisch is. En het kan niet anders. Het kan niet anders. En nou ja, de heel kamers, ja, voor iedereen die iemand heeft verloren... Je moet echt de heel kamers kopen. En deze, het is een prachtig boek. Het gaat over het helingsproces als je daar bent. Want het gaat daardoor het helen. Dus ook als je traumaats hebt meegemaakt, hier ben je daar niet in één keer vrij. Maar daar heb je dan weer engelen die je verzorgen, zeg maar. <laughs> wat was het meest. Uh, wat is je dieptepunt in je leven geweest? Ook uh, tijdsperiode? Uh, uh, het dieptepunt in mijn leven. Dat ik het zo zeggen, toen je wel even gewoon een beetje in, ja. de, in de slachtofferrol blijft hangen. Dat, is natuurlijk, uh... dat Heb ik nog nooit gehad. Nee. nee. Wauw. Ik heb dat niet, nog nooit gehad. Dus kan, er schiet ook nu niet echt iets bij me te binnen, maar ik kan me wel. Ik ben net een boek aan het maken over puberteit. Ja. En, seks, hè? Met name, ja, toch? Ja. ja, maar daarvoor heb ik heel veel gelezen over puberbrein ook en zo. En ik, ik snap dat nu wel meer. Als puber voel je je echt onbegrepen. En jij was best wel een leider. Ja. Dus toen, dat was wel een hele heftige tijd, weet je. Met mijn moeder en geen vader hebben. In elkaar worden geslagen op scholen, uh, op straat. Uh, ik, heb echt wel dat ik, ik heb ook iets na mijn puberteit, of dan zit je er nog misschien in. Ja, wel 17, 18, dat mijn moeder zei, ga jij maar weg, weet je wel. Of, nu is het genoeg geweest. En dat ik echt dacht, ja, maar waar ga ik dan heen? En niet weten waar je moet ja. slapen, geen geld hebben. Dat, ja, en ook nog wel toen ik... Toen ik gewoon zwanger was van mijn dochter en die relatie niet helemaal lekker liep. Ik was hartstikke jong, weet je wel, dat je echt denkt, waar gaat mijn leven? Ja, juist doen? wat je dus niet wilde. Nee, hè, alles overkwam, heb ik gecreëerd ja. wat ik heel hard op heb uitgeroepen. Ja, die periode was wel heel erg zwaar. Maar da daar ben ik uitgekomen. En ik, ik heb ook een best wel moeilijke relatie, zeker de laatste twee jaar gehad, met de vader van mijn zoon. Die was ook heel zwaar. Want als je dan alles opgeven wat ik heb gedaan in de relatie ja. dus mijn werk had ik opgegeven uh, omdat hij onzeker was en jaloers. en het gaat dan uiteindelijk kapot en je hebt echt niks meer en je weet niet meer hoe je, je huur moet betalen zeg maar dat soort dingen waar vond ik heel erg natuurlijk de dood van mijn vader en de dood van hem en de dood van mijn neefje zijn, waren ook heel erg of zijn ook wel erg maar toen ja. was ik zelf al wat meer volwassener dat ik daar beter mee om kon gaan als als kind weet je wel ja ik heb gewoon niet zo'n hele makkelijke jeugd gehad. Maar ondanks dat, ik was ook heel boos. En, en nu snap ik het, nu ik dat puberboek maak. Ja, want wat snap je eraan? Nou, dat brein is dus nog niet. Die, die cellen zijn nog niet met elkaar verbonden. Dus ja, het is niet. Tuurlijk, zeg ik zeg niet dat een puber gewoon grenzeloos en brutaal mag zijn en zo. Maar het is gewoon door al die hormonen en dat het puberbrein nog niet ver genoeg ontwikkeld is, gewoon heel zwaar. Ja. Heel zwaar. Ja, ik kan me een beetje voorstellen hoe het is om dan depressief of zo te zijn. Vanuit die tijd, als ik naar daar kijk. Dat Je echt denkt dat je er niet meer uitkomt. Nee. Maar, en dat de hele wereld tegen jou is. Wat niet zo is. En dat je moeder vooral tegen je is. Ja, en ik moet zeggen. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik vond het eerst een beetje betuttelend. Maar ik snap inmiddels wel waarom ze gewoon die alcohol heeft uit omhoog hebben geschroefd. Uh, omdat gewoon ja. Uh, Levensgevaarlijk. Eigenlijk ja. wel. Pubers met alcohol. Nou ja, maar, nee, maar wel, zeker als je het gewoon even puur uh, zeg je, dat, chemisch bekijkt. Ja, nee, uh, het brein, uh, dat is echt heel slecht voor de ontwikkeling ja. van de hersens. Echt uh, af te raden. Maar, uh, maar ook gewoon gevaarlijk. Gevaarlijk, want een puber denkt niet na over gevolgen. Heel veel volwassenen trouwens ook niet. Maar een puber kan niet denken, en dat zie ik nu ook aan mijn zoon, als ik nu blijf liggen, kom ik te laat op school. Nou, dat kan hij dan nog wel denken. Maar dan niet van dan moet ik eventueel nablijven. Nee, precies. Zo ver gaat het al niet meer. Dus nee. beetje... Eigenlijk heel erg korte termijn. Lekker. Ja. Wel, wel, dus ik kan wel nu de auto van mijn vader pikken, stiekem. Ja. Maar als ik daar straks gepakt word met de politie, weet je wel, dat, allemaal, dat is nee. veel te ver nog. Ja, ja, ja. Dus nee, die moet je geen alcohol geven hoor. Dus je hebt daar nu nog meer. We uh, zeggen dat. Nou ja, sowieso, je eigen zoon heeft wel respect voor. Maar ik bedoel, begrip voor. Ja, het is wel grappig. Want ik had, was net vandaag, ik was er helemaal ingedoken. Want ik heb dat boek geschreven. En ik dacht, wat oh, ga ik even doen? Publiek boek schrijven. Ja, jij komt dat dan ook al aan voordat het af is? Een ja. normaal mens schrijft een boek en gaat ermee naar de publiek. Jij roept het eerst. Ja, ik roep boek... het. Maar dat heeft weer die Love Attraction, hè? Nee, precies. Dat dan moet die... het gebeuren. Ja, en ook dan wordt het een bestseller. Gewoon, ja, ja. gewoon een bestseller. Ja, okay, en, 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 en het moet groter worden. En alles. En ik dacht, ja, ik wil voor Sinterklaas uit. Dus dan moet ik nu het wel roepen, natuurlijk. Maar uh, inderdaad, het boek was nog niet geschreven. Ja, een hoofdstukje of zo. Maar dus ik dacht, ah, doe ik wel even een paar onderzoekjes. Hoe moeilijk kan het zijn met een situatie? Nou, ik wist niet eens hoe een Ik wist niet eens dat het vulva was. Ja, ja, zeg hoezo niet? Ja, ik heb dus mijn school niet afgemaakt. Oké. Okay. Daar ben je ook achter. Nou, fijn dat je dat, dat ook weet, allemaal houtwerk. Ja, dus het was veel moeilijker dan ik dacht. Echt, oh, ik kon het echt niet meer tegen. Op een gegeven moment in die stop. En ik naar die seksoloog, alles sturen. Nou, dat niet goed, dat niet goed. Oh, weer terug. Ik weer acht, negen uur schrijf. Denk ik denk, oké, okay, nu heb ik het goed. Gaat het naar de kindercoach. Nou, kreeg ik het weer terug met 188 aanwijzingen. Oh, nee, okay, yeah, okay. En dan ben ik nog dyslectisch, hè? Ja, het was wel zwaar. Het was mijn zwaarste boek. Hè? Maar, maar het is wel leuk geworden. Maar wat is de basis van het boek? De basis is dus uh, seksuele voorlichtingen, gewoon. Je moet een condoom omdoen en zo werkt het allemaal. Ja, okay. um, maar uh, het, is, het is uiteindelijk in het project, in, in, in het proces veel meer ook over zelfliefde gegaan. Want ik vond het heel belangrijk om het stukje social media mee te nemen. Ja. Uh, meiden tegenwoordig versturen, naaktfoto's op, uh, Snapchat. Uh, dan komen er weer pijpfilmpjes online van jonge uh, meisjes ja, ja. of ook gangbangs, porno waar ze allemaal in zitten. Dus dat liefde ook nog heel belangrijk is. En dat je niet over je grens laat gaan en okay, ho laten we, homoseksualiteit. Want dit, want dit zijn allemaal fucking goede onderwerpen, <laughs> ook voor volwassenen natuurlijk. Ja. Uh, want hoe zie je dat bijvoorbeeld met social media? Wat, wat, wat. Uh, en en uh, jij noemt dat gelijk in combinatie met zelfliefde? Uh, 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 ja, ik denk dat is ook weer pubergedrag. Uh, ze denken dus niet na over de gevolgen... Nee. van dat zo'n foto nooit meer ervan afgaat. Ik weet dat. Ja, ja, ja. <laughs> Door schade en schande. Uh... Ja. 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 Maar dat weten pubers dus niet. En... Uh... Uh, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Maar ook vooral het pesten online vind ik heel erg. Ja. Uh, en ook op schoolplein uh, nare dingen zeggen tegen pubers, dat komt dus heel veel harder binnen. Als wij volwassenen vinden het al heel moeilijk. Hè? Als er onder een comment staat, uh, hou je bek, lelijk lijf, ja. bijvoorbeeld. Dan denk je al, oh, terwijl er 300 mensen zeggen hoe leuk je bent. En die ene onthoud je. Maar ja. hoe, in dat, hoe dat in het puberbrein gaat, dat komt nog veel harder binnen. En dat kan een effect hebben voor de rest van hun leven, zeg maar. Dat ze onzeker over iets zijn. En als jij tegen een puber zegt. Of een ander puber tegen een puber. Wat moet je nou plank bijvoorbeeld? Kan zo'n meisje echt onzeker lang, zijn voor de ja. rest van het leven? Ja, ja. 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 Dus dat vond ik heel erg belangrijk om het daar ook over te hebben. Is het dan voor ouders of is het voor. Uh... Nee, het is echt voor kinderen. Ja, ja precies. Ja, dus ki ook kindertaal en hoe. En, en ik heb natuurlijk nu een puber zitten thuis van elf. Maar even zonder. Uh, ik gun je echt de best ja. En ik ben zelf heel benieuwd. Maar waarom zou een puber dat gaan lezen? Maar daarom ben je toch op dat moment juist eigenlijk niet, niet mee, mee bezig. bezig. Nee, omdat ik het. Uh, zeg Maar misschien maar... omdat je seks als kapstokje is nog wel slim? Nee, omdat we met kunstenaar Selwyn Senatori heb ik hem gemaakt. Ja. En die heeft zulke leuke tekeningen gemaakt dat, dat het gewoon. Ja, meer. Uh, hoe noem je dat? Van. Ja, meer lokte om te gaan kopen. Kijk, ik heb gekeken wat er was in de markt. En het was inderdaad zo oudbollig. dat mijn kind van elf zou denken: man, wat is het voor boek? Nee. Ik moet lezen hoor, doei. Nee. Ik weet alles al. Ja. Weet je wel, dat zegt hij nu ook de hele tijd. Dat hij alles al weet. Maar uh, dit boek moet natuurlijk wel gekocht worden door ouders. Nee. Want ja, uiteindelijk, een puber gaat niet van zijn zak geld zo'n boek kopen. Nee. Dus het is een boek wat wordt gekocht door ouders. maar wat ook een beetje een kunstboek is geworden. Doordat hij die hele leuke tekeningen ja. heeft gemaakt. We hebben hele mooie spreads erin. Dus het is een boek. Wat je gewoon wilt hebben. En ik heb het bedacht in 2011, het idee. Toen had ik nog geen één boek geschreven, omdat uh, ik een puberdochter toen had ja. en ik het zo onmogelijk vond om met haar over dit soort onderwerpen te praten. Hè? En je had het liefst gewoon een boekje onder haar kus ja. willen leggen. en, dat, en toen dacht uh, ik, nou, uh, we moeten hier... Een ik, wist, ik wist ook gewoon niet waar ik moest beginnen. Uh, het, we moeten het gesprek nu gaan houden, uh, 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 weet je wel, vrouw. Bloemetjes bij. Oh, en ik dacht, echt echt. ik word er helemaal naar van. Uh, en ik denk, uh. was er nu maar een boekje wat je ook leuk vindt om te geven, want het is allemaal niks wat, wat, wat er is en wat ook geen één puber wil lezen. En toen was het idee gekomen, toen kende ik in al. Toen had ik al tegen mezelf gezegd, zullen we dat doen? Nou, dat is natuurlijk weer in de kast blijven liggen. En nu kan mijn zoon opeens met elf jaar van 1 naar 100 ging hij opeens in een week. Met dat mijn moeder zei: volgens mij heeft hij seksuele voorlichtingen nodig. Dat boek heb ik nog steeds niet gemaakt. Toen, nou, okay, Toen heb ik zelf in opgeweld, we gaan hem nu maken. Dus je bent zelf eigenlijk, voor jou komt het te, te laat twee keer. <laughs> ja. Maar je gunt het rest. Ja, want ik snap het ook bijvoorbeeld alleen staan de vaders. bijvoorbeeld, ja, ja. En dan moet een meisje omgesteld. Ja, ja. Oh, ik zie dat helemaal met Zweden ook zo, weet je, ja, dat ze dat ja, gesprek ja. moeten gaan voeren. Dus het is gewoon een boekje wat je echt leuk vindt om te geven aan je kind. En wat je zelf ook nog leuk vindt om even in te kijken. Uh, ja, dus dat is het eigenlijk. En, en hoe uh, zie je dat met, uh, nou ja, met seks inderdaad? Want dat is, dit is een hele, ik vind een hele heftige tijd eigenlijk, hoe mensen daarmee nu uh, omgaan. Ja, eigenlijk wel. En, en, en hoe het gewoon zo. Uh, beschikbaar is of meer porno-achtige dingen en zo. Dat ik denk, oh man, daar gaat het, daar gaat, het. ja, nou ja, ik, ik wil er niet heel oudbollig en belerend over klinken, maar ik denk wel, waar, waar leidt dat toe? Ja, maar dat is natuurlijk het nadeel van internet en social media, wat wij vroeger allemaal niet hadden. Nee. En dat is gewoon de nieuwe generatie die er op deze manier mee omleert gaan, en dat ja. vond ik dus ook belangrijk. Generation Z is het. Lekker. Huh? De internet generation. Ja, ja, ik heb er twee van thuis zitten. Het is echt uh, heel anders dan bij ons vroeger. Maar ja, ze moeten hun eigen weg daar een beetje in vinden. En daarom vond ik dit boekje ook wel belangrijk. Dus daar heb ik ook wel veel over geschreven. En dat het iets heel moois is. En seksuele energie is de meest krachtige energie van de wereld. Want je maakt er kinderen mee. Ja. Uh, maar het wordt ook heel ja, vaak misbruikt. Nou ja, uh, om dan om, om toch nog eventjes Napoleon Hill te quoten. Hij heeft het op een gegeven moment over. Omzetten. Ja, het het transmuteren ja. van seksueel. Nou, manier. dat hoofdstuk heb ik denk ik 388 keer geluisterd. Okay. Maar je snapt hem nu? Want dan nou, ik, weten. ik snapte hem dus niet. Nee. Uh, ik snapte hem niet. Hij is, uh, Napoleon Hill zegt dat als je vooral mannen seksuele energie kunnen omzetten in business, dat ze dan heel succesvol zouden zijn. Ja. Maar hij legt niet per se uit hoe je dat nou moet doen, nee. maar dat ga je dan zelf uh, bedenken. Uh, ik denk wel dat ik met charme en charisma vaak binnenkom bij plekken. Bijvoorbeeld, als ik dat zie ik nu ook als ik repen verkoop. Ja, 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 ja. Maar die jongen die mijn, die mijn verkoop doet, heeft dat ook. En hij is een man. Ja. Dus ik denk dat dat ook seksuele energie is. Maar ik was dus gisteren in Londen bij die uh, lezing. En toen heb ik dus geleerd wat ermee bedoeld wordt. Okay, nou, toen luisteren. dacht ik, nou, of tenminste, ik denk dat die link zo is klikt. Okay. Nou, die meneer uh, Hupplepupp -hup Chi, over die Chi-energie. Die uh, ging in zijn gebrekkig Engels vertellen dat uh, seksuele energie is dus heel krachtig, maar als je seks hebt komen er allerlei hormonen vrij. Ja. En als je dus tien klaarkomen is, dus negen is dus bijna klaarkomen, ja, ja, ja. En acht, tussen acht en zeven komen er allemaal hormonen vrij. En uh, dat is via die Chinese uh, geneeskunde. die al 200 jaar weten dat we een tweede brein in onze buik hebben. wat wij in de westerse wereld pas twee jaar geleden achter zijn gekomen. Dus die zeggen: uh, je moet maar 14 keer per jaar klaarkomen als man. Uh, ejaculeren. Dus nu, ja. je gaat op een andere manier klaarkomen als jij maar tot die 7 en 8 uh, seks hebt. Dan komen dus al die hormonen vrij, zeg maar. En die gaan dan ook zorgen voor brain orgasms. Dus uh, die gaan sowieso zorgen dat uh, uh, organen die meer ondersteuning nodig hebben, die ondersteuning krijgen. Dus bijvoorbeeld je hebt zwakke nieren en jij, je hebt seks, vijf keer in de week seks. En je, tot, je blijft tot die zeven, dan komen al die hormonen vrij. En die gaan dan binnen dat lichaam zorgen dat jij weer helemaal uh, in je kracht komt te staan. Je leeft langer, wordt vitaler. Maar die zorgt ook, als jij in die zeven en acht blijft, dus die zeven en acht, voor brain orgasms. Maar ja, hij sprak dus heel erg slecht Engels. Dus ik dacht, ik ga dit nog eventjes uh, nazoeken uh, online. Uh -huh. En ik ben sinds gisteren pas teruggekomen. Uh -huh. Maar toen heb ik het meteen gelinkt aan die Napoleon Hill. Wat misschien yeah. niet uh, zo uh -huh. is. Uh -huh. Maar dat was de eerste link die ik, dat ik dacht... oké, okay, dus zo is het dat je je seksuele uh -huh. energie moet omzetten. Uh -huh. Als je veertien keer per jaar maar moet klaarkomen... of ejaculeren, zei hij. Dus klaarkomen kom je dan wel, maar op een andere manier. En ik denk dat dat ook iets te maken heeft met... Uh, niet is het tantra? Tantra, ja en nee, dan ja. moet gelijk aan denken ja ja ja, ja en uh, dat is het dat is inderdaad gewoon zonder het hoogtepunt maar wel met die energie uh, ja maar hij zegt toch ook in in napoleon heel zegt hij dan ook als je dus bijvoorbeeld um, een, een hond kastreert, of een paard zegt hij volgens mij ik weet even niet meer maar dan dan gaat die hele is het weg ja, weg. ja. ja. nou ja, ja dat is echt zo ja. Nou ja, mijn hond ik heb een mannig hond ik castreerde hem ik denk 80% van zijn ja. mannelijkheid ja, verdween ja, ja. En met die mannelijkheid, zonder dat hij seks had, ja. kon hij wel boeven wegjagen. Ja. 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 En ja. Dus die mannelijkheid moet je gewoon omzetten. In plaats ja. van heel dag maar achter je lul achterna te lopen, wat heel veel mannen wel doen. Ja. Maar die, die power die er dus in je zit, zeg maar die drive, die moet je denk ik gebruiken om gewoon succesvol te worden. En ik denk dat als je die ballen eraf knipt, dat die drive gewoon minder wordt. Of dat je hem continu, ja. als je ze continu leegt, misschien ja. ook wel. Dat... Nee, <laughs> nou, ik moet zeggen, je bent, echt, uh, je, 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 je bent echt de beste uitleg ever hierover. Want ik heb er al echt veel over ge, opgezocht en gelezen, ja, omdat vind... het me fascineert. Omdat ik gewoon denk, omdat ik gewoon zelf wel heel erg weet dat die drive in mij heel hoog is... Maar Je leest er gewoon verschillende dingen over. En, en als je sommige mensen moet geloven, dan moet je juist als een malle heel veel seks gaan hebben. Ik dacht, ja, nee, maar dat is, dat is mij wel duidelijk dat Napoleon Hill dat ook weer niet zo bedoelt. Nee, had. want als je dus uh, seks. Maar je moet ook weer gaat, niet dingen onderdrukken. Dat vind ik een beetje. Nee, maar kijk, je moet dus niet tot die negen gaan, hè? Want nee. dan word je gefrustreerd. Ja, precies. Want als je tot negen gaat, wil je klaar. Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Dan ga je niet zeggen, nou, we, uh, okay. Dus je zegt, nou, we zijn bij zeven schat. we gaan slapen nu. Ja, gaat er weer uit. En ja, je moet dus heel erg die gaan zoeken. Nee, maar, de, maar ja, uh, ik denk dat als je juist niet naar die die 8 en die 9 gaat, dat je het dus veel langer volhoudt. Ja. Dat je het uren kan doen, want je hebt niet dat, die, die drang om het af te maken per se. En misschien gebeuren er dan wel allemaal dingen. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, maar in je lichaam komen er inderdaad, ga je dan die hormonen. Die, want dat zei hij ook, als je bij 9 komt, zijn die hormonen weg. Ja, ja, ja. En tien is het helemaal klaar, maar bij negen heb je ze ook al verbrand, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus je moet dat bij die acht blijven. Echt, okay. ja, 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 ja. Dus dat is echt voordat je denkt, oh, ik wil klaarkomen. Ja. Je, hoeft niet, je moet eigenlijk niet te kunnen uh, zeggen, oh, even stoppen. Nee. Dan ben je al te laat. Ja. Even stoppen. Dan ben, ben je al bij negen. Ja. <laughs> Sterker nog, en dan kan het ook helemaal niet en dan zijn er al... Dan is, ja, dan maar dan kan je, dan je niet meer zeggen, van, ik ga nu slapen. Dan word je helemaal gefrustreerd en ja. dan doe je helemaal geen successies ja. meer uh, zeggen, doen, zeg maar. Maar ik vond het wel heel interessant. Ik zal, als, ik, als ik thuis ben even die man zijn naam opzoeken. En dan ja. stuur ik het even naar je toe. Bedankt. En dan ga ik gewoon even zijn YouTube filmpjes ook allemaal over kijken. Want ik had wel geleerd van ik vind het heel leuk om sprekers in het echt te zien. Maar je kan beter gewoon opzoeken op YouTube dan in zo'n warme zaal zonder elke zitten waar je iedereen slecht verstaat staat en niks ziet. Plus ja, dan kan je ook de informatie beter opzoeken die je echt wil ja, ja. weten. Oh, grappig. Want er zijn er altijd inderdaad wel mensen die juist zeggen: als je bij iemand bent, weet je wel, je hoort heel veel van die verhalen over zo'n Tony Robbins en zo. Dat ze, ja, nee, dat moet je echt meemaken. Want wat het me echt... wel opvalt van die mensen die naar Tony Robbins gaan... Ja. dat ze elke keer gaan. En ja, Ik heb ja, het nee, precies. Die nou nog niet geleerd. Oh, dat vind ik heel weet je, Dat vind ik echt... Maar dat was ook een beetje die zaak. Ik denk, oh, jullie zitten hier volgende ja. maand weer bij deze ja, bijeenkomst. Dat komst. is natuurlijk ook wel waar. Je uh, moet het gaan doen. Nee, exact. Nu. En, 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 en dat is precies natuurlijk waar veel mensen... en including mijzelf, hoor. Heerlijk om er heel veel over te lezen. En uh, je, ja, je kan uit heel veel boeken heel veel dingen halen. Maar ja, in die end precies wat je zegt, moet je het gewoon doen. Ja, je moet het zelf doen. En dat is heel belangrijk. En vooral voor de jeugd, die, die, om dat te integreren in hun systeem nu al. Daarom ben ik er dan natuurlijk in dat boek van seksuele voorlichting... wat vanaf elk jaar... Maar dat jaar je zo'n is... leert mediteren en zo, vind je echt top. Hoor. Ja, en hij staat er heel erg open voor. Maar mijn zoon is ook heel erg... Mijn dochter minder, hoor. Ja, okay. Maar mijn zoon is heel erg heldervoelend. Als ik verdrietig ben, dan doet hij een arm omheen. Ik was net niet zo lekker. Ik kom het bank liggen, krijg ik een arm omheen. Ah. Hij voelt dat allemaal precies aan... En hij, en hij zei wel, uh, oké, okay. volgende dag, nee, niet nog een keer, weet je wel. Maar toen ik zei, we gaan het nu doen, maar en dan stuurt mijn moeder me stuurt me dat, hè? Leer je als ja, jij ja? op vakantie mediteren. Ja, okay. Oh ja. ja. moeder heeft uh, ja, dus uh, ja, ook die, met. Uh, ja, die heeft gewoon die basis bij mij ja. gelegd. Denk, oh ja, man moet doen. En wat, uh, wat, uh, wat, 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 wat deed jouw moeder dan als mens? Nou, of nou, was ze gewoon vooral heel erg moeder? Of? Nou ja, ze, ze, is, ze, was, ze heeft vroeger de, hoe heet dat, de theaterschool gedaan. Ze wilde ook actrice worden. Mijn oma was actrice. Ze zit wel een beetje in de familie. Mijn opa, kunstcriticus. Maar ze kreeg vier kinderen. Ja. En uh, ze is vooral een aanhanger van Babaji. Dat is dus een Hindoeïstisch geloof. En, um, en tegenwoordig zit ze in de zorg. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld stervensbegeleiding gedaan. Dus zij ze ja, is heel erg ja, ja, met mensen laten overgaan naar die Maals en dat ja, soort dingen. Ja, ja. Pff, en, nu, heftig. en nu zit ze dan in de... In de in, dus ze zat in de ouderenzorg. En toen ging ik Expeditie Robinson doen. En toen heeft ze voor mijn kinderen gezorgd. Vier weken of zo. En toen zei ze, nou, ik ga nooit meer een pamper van een oma verschonen. Vanaf nu ga ik in de kinderen. Dus oh. sindsdien is ze, vanaf 2012 is ze dus uh, gastouder voor twee gezinnen. En die vind haar heel zweverig. heel grappig, zegt ze. Oh, die Nick, ze heeft nu een nieuw gezin. Ja, die hebben nog een magnetron. Ik heb ook geen magnetron meer in huis. Door nee. mijn moeder, nee. Dat is allemaal Van straling. straling. Ja. Ja, ja, ja. En elke dag trek ik gewoon die stekker eruit, hoor. Ja, dan doen ze hem wel weer in. Ze zullen me wel gek vinden, zegt <laughs> ze dan. Maar ik trek hem wel uit. <laughs> ja. En uh, oh, wat leuk, joh. En, maar dat heb je, je hebt dus ook geen magnetron en nee. uh, doe je wel je mobiel in je zak. Ja. Ik heb dus nu laatst mijn de... moeder heeft er geen mobiel, nee? geen smartphone. Nee, Ik heb een spijkerbroek nu met. Ja. Uh, ja. Die, die heb ik nu niet aan maar met, met zakken die dus helemaal beschermen tegen straling. Omdat het dus anders de hele tijd tegen je zak aankomt. Oh, ja. Ja, ik heb het gewoon gekregen. Het is niet dat ik dat. Maar ik denk wel dat. Nu zit, nu... Ja, zit het wel in mijn hoofd. En ik denk, oh ja. Ja ja, je kan jezelf ook weer helemaal gek maken. Ja, maar wat dacht je maken? dat er geen straling om ons heen hing? Ja, precies. Als we nou dat, de vogels vallen uit de lucht met ja. die g 5 testen. Ja, 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 de ja, ja, maar dan de je niet meer. Maar... we zitten hier ook allemaal met apparatuur. Ja, nee, shit. dus ik geloof er wel heel erg in. Maar je kan je ook laten ontstralen. En uh, dat doe ik ook weer af en toe. Met was steen of zo, verwerkt dat? Dat heb ik sowieso in mijn huis liggen. Ja. Maar ik ga dan altijd naar een... Uh, uh, hoe heet het nou? Uh, nou, even nadenken hoor. de nou, Ik moet het goed zeggen. Ze heet Nardi de Wit. Ze zit in heel veel Maar het heet uh, bioresonantietherapie. Kan ook op afstand. De eerste keer moet je er wel even heen. Ja, ja. En uh, nou, als ik de vorige keer was, ik bij de tandarts. En toen zei ze: Jeetje, wat heb jij een straling? Ah, ja. En ik was het vergeten. Ik denk: heb ik dan met die telefoon al geslapen of iets? Maar dat heb ik nog altijd bij me? Dacht ik: Het later dacht ik: Oh nee, ik heb er een rundfoto gemaakt. Ah, ja, ja. Maar dat was echt nog twee weken later zag zij dat nog. En dan ja, ben je vervuild. En dat had ze dan weg. Nou, ah, dat ga ik doen. Ja. ja, ik vind, ja, nee, ik vind, vind het dat soort dingen ook wel niet te veel. Want ik was dus op de gezondheidsbeurs en dan heb je ook allemaal van dat soort mensen met die stents. Dat ja, je ja. Er, je telefoon erin kan doen en dan is er ja. een vrouwtje en dan kon je ook iets vasthouden. En die ging, iedere keer ging ze dat weer vasthouden. Dan denk ik, oké, okay, jij bent echt ja, 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 doorgedraaid. Ja, ja. Je kan het ook doordraven, ja. zeg maar. Wat zijn jouw werkpunten nog waarvan je denkt, ah, dat zou, daar zou ik beter in willen worden of daar. daar, daar... Nou ja, daar heb ik nog een hoop te leren. Of in ieder geval iets te leren. Nou, focus nog wel, echt ja. wel. En, en wat ik dus nu van die Dende panne heb geleerd, is uh, 50 minuten onafgebroken aan één stuk door aan iets werken. Vijf, vier keer per dag. Ja. Dus zonder afleiding. Dus dat ben ik nu aan het integreren in mijn le leven. En, uh, en dat is in mijn werk. Dat vind ik wel fijn. Want dan komt ook iets af. Dus dingen afmaken. Waar jij aan begonnen bent maak je af. En uh, dat doe ik, deed ik heel vaak niet. Oh, doe ik dat straks al doen we dat. Of ja. dat? nee, gewoon afmaken. Je bent hier nu aan begonnen afmaken. En um, voor de rest gewoon lekker gelukkig zijn, denk ik. En uh, accepteren dat het is wat het is, leven. Ja. Nou ja, maar zo, zo klinkt heel goed. En je, je, je hebt laatst, uh, wat was het? Uh, in Ranking the Stars weer gezegd dat de liefde er is. Waarvan ik echt dacht, nou dat had ik voorlopig niet bij jou gedacht, als ik eerlijk ben. Nee, waarom niet? Nou, omdat je er zelf, omdat je er gewoon uh, altijd zo heftig uh, Omdat je daar gewoon zelf heel <laughs> duidelijk in was in interviews. Ja, maar ik wil dat ook niet meer delen. hè. Want ik, ik vind het altijd zo irritant dat, ja, dat, begrijp ik dat het altijd... Uh... Nou ja, ook dat het altijd uitgaat bij mij. Ja. <laughs> dat ook. Ja, ja daarom. Dat maar heel van ja. Ik ga het niet meer delen. Nee. Maar ik vond het zo irritant. Want ik had gewoon moeten zeggen... In mijn privéleven gaat jullie niks aan in interviews. Maar wat doe ik dan? Want ik ben weer veel te eerlijk. Krijg ik een interviewer. Laatst van een Veronica. En die denkt dus dat ik vrijgezel ben. Terwijl ik dus best wel lang met jongen aan het date was. En dan krijg je vragen... waar ik dus dan ja, ja. eerlijk antwoord op ging geven. Maar die klopte natuurlijk helemaal niet. Oh. Dus dat werd zo'n raar interview. Want ik denk, ik ben helemaal niet vrijgezel... Maar ik ben nu antwoord aan het geven als ik vragen ja, heb. Inderdaad, ook over dat programma waar je daar dan wel niet zo mee doet. Ja, doen. ja. Uh, ja. ja dat, dat was hij heel erg op aan het hameren. En toen dacht ik, Jezus. En toen lag dat interview terug. En dacht ik, nou, dit is echt lullig. Ook voor mijn schoonfamilie. Wat ik hier zit. Maar hij vroeg mij ook, hij was. Hij had zelfs een boek geschreven over vrijgezette bestaan, dus hij was geobsedeerd daardoor. Maar hij uh, vroeg dan ook dingen van: Nou, hoe heb je dan seks? En, en dan ga ik ook eerlijk antwoord geven: hè. Nou ja, ik heb ik heus nog wel eens een keer seks. Maar ik wil gewoon geen relatie Maar Dat was weer zo'n fout interview. Toen dacht ik, oh, ik moet gewoon zeggen. Ik heb wel een relatie, maar het gaat jullie niks nee, aan. Ik wil er gewoon niks meer over kwijt. Dus ik denk, nou weet je wat. Nu was de vraag weer uh, dingen over je schoonmoeder. Ja. Ik kan nu wel weer zeggen dat ik geen schoonmoeder nee, heb. Maar dat vind ik ook weer lullig. Ja, 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 ja. Als ik daar dan vorig weekend ja, ja. nog op een familieweekend zat. Dus ik zeg maar iets leuks over haar. Maar weet je, ik wil dat Smulders dan weer in mijn tuin gaat liggen. Ja, 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 ja. Dus nu is het nog niet klaar. Nee. Maar nu willen ze nog die foto. Ja, ja. Dus wat, is, wat, dus wat ga je ermee doen? Dus zeg, zegt, nou, en naar één foto is het klaar. En, uh, nee, ik wil gewoon geen foto's. Ik wil nee. gewoon het klaar, gewoon nu. En, en uh, daar ben ik gewoon zelf heel uh, benieuwd naar. In, in alles waar we het net over hebben, noem het spiritueel, noem het bewustzijn, uh, whatever. Uh, hoe staat jouw vriend erin? Het is een hele snelle leerling. <laughs> Nou, hij is echt niet normaal. Wat hij affirmeert in zijn leven, sinds je weet dat affirmaties zijn. En dat vind ik wel echt mooi. Hij heeft zo'n mega groei meegemaakt. En ik geloof heel erg dat mensen op elkaars pad komen om van elkaar te leren. Zeker, en, ja. uh, en daarom, als het een relatie overgaat, is het ook vaak een les geweest en alles. Maar bij hem was het hij had even dat setje nodig om ook voor zichzelf te kiezen. Als zelfstandig ondernemer, want hij zat in loondienst. En dat. Die, die, na een paar uh, coach-momentjes uh, heeft hij dat echt zo gedaan. En hij is heel erg goed in affirmeren, maar hij snapt het ook helemaal. En hij creëert dus nu alles op zijn pad. Weet je wel wat hij wilt. En ja, hij, ja, ik, hij is wel spiritueel, maar niet spiritueel opgevoed. Zijn nee. ouders zijn dus echt gewoon ja, Brabanders die daar echt niks mee hebben, zeg maar. Ehm. Um, maar dan, ja, hij, ja, hij heeft er Leuk. wel wat mee. Dus ik, ik vind het wel grappig ja, om te zien. Ik zou niet met iemand kunnen zijn die er niets mee houdt. Ik zeg ook niet dat hij, dat het zou moeten, dat hij in God moet geloven nee, of dat nee, soort nee. dingen. Maar je moet wel een beetje levelen. Ja. Maar goed, daar heb je hem dus wel in meegetrokken. Ik vroeg me juist af ja. of je daar heel erg vandaan kwam. En, uh... Nee, maar dat zou dat zou weer te zweverig zijn. Nee, want in principe ben ik niet heel erg zweverig. Ja, dat mensen nu luisteren, denken die is niet goed Nou, ik heb één onderwerp <laughs> nog niet aangesneden waar ik gewoon zelf wel benieuwd naar ben. En dat is wel is letterlijk zweverig. Ja, wat dan? Uh, dat jij op een gegeven moment theelepeltjes door een kamer hebt zien. Zo. Oh ja, van mijn oma. Ja. En dat, ik bedoel, ik, 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 uh, ik heb er geen waardeoordeel over. Nee. Maar ik. Niet alleen dat, ook de head shoulders. Nee. <laughs> Oké, okay. even bij het begin. Maar hoe weet je dat? Dan? Ja, ik heb je dat ergens oh. al gezegd. En, 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 ja. en, en. Nou ja. Het fascineerde me wel, juist omdat jij in de basis inderdaad helemaal niet zo'n zweefteefje bent, maar gewoon een, een, een nuchtere. Ja, en mijn oma geloofde absoluut niet in dat. Dus mijn moeder is heel zweverig. Ja. Nou, mijn moeder heeft een zus die absoluut niet in God geloofde, of geloof nog steeds niet echt in God, denk ik, maar ook niet spiritualiteit, die heel nuchter is. Was. Maar toen ging mijn oma dood en ik kwam iedere zaterdag bij mijn oma altijd. En uh, ik wist ook niet zo goed of ik er allemaal in moest geloven, in dat zweverige gedoe van mijn moeder. Ik heb me natuurlijk in mijn jeugd heel erg recht verzet. En toen, uh, en mijn moeder die kwam altijd met haar beeldje bij mijn oma en die pleurde ze altijd weer de en als mijn moeder weg was. Ja, daar geloof ik allemaal niet in hoor, zei ze. En die wilde gewoon niet meer zo graag leven, die was er helemaal klaar mee. En uh, op een gegeven moment zei ik, nou als je dan dood bent oma, laat dan wel even weten als er wel iets is. Toen zei ze, ja mijn kind, ga er maar niet op wachten hoor, want er is helemaal niks helemaal niks. Maar zij zat altijd op één plekje op de bank en daarnaast een hele grote stapel kranten. Nou, ze was overleden. Nou, ik natuurlijk helemaal verdrietig. En toen kwam ik daar binnen in die woonkamer en iedereen zat daar. Op ha haar broer zat op haar plek en allemaal mensen daar. En ik vond het niet fijn. En wat, oh ja, wat ik altijd deed als ik bij mijn oma binnenkwam, moet je nagaan. Nou elke zaterdag kwam ik daar en dan ging ik in haar badkamer op de weegschaal staan. En dan kwam ik eruit en zei ze: Oh, en kind, ben je afgevallen? Nou, dus toen is uh, heel die woonkamer vol. Dus ik vlucht de badkamer even in, want ik ja. moest huilen. En daar zie ik dat mijn moeder of iemand in dat huis die weegschaal op een andere plek heeft gezet. Dus dat vond ik irritant. Ik stond ja. altijd op dezelfde plek. Dus ik pak die weegschaal op en die stond naast zo'n krukje waar zij op zat in de douche. En ik zet die weegschaal weer terug waar die stond en ik wil erop gaan staan. En toen valt die heading shoulders zo op, om, uh, van dat krukje. Dus ik denk, nou, ik heb daar tegenaan gestoten. die hele shoulders valt uh, 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 uh. om. Dus ik loop terug, zet die heading shoulders terug, ga op die weegschaal staan en die heading shoulders vliegt zo, oh, no. Door die badkamer. Maar die badkamer zit ge gegrensd aan het woonkamertje meteen, weet je? Wel? Dus ik... Uh, schrok daar echt heel erg ja. van. Ik werd er ook een beetje bang van. Dus ja. ik doe die deur ook met al die... die Helemaal zo. En mijn tante die daar helemaal niet in gelooft. Mijn moeder, ja, ja. Op. Oma, oma <laughs> ja. Ik dacht: Oma, ja, is zit oh oh, hier met ons? En mijn tante, nou, schat, we zijn allemaal gestresst. Uh, <laughs> ja. ja, dus dat. Nou, later dat, dat theelepeltje van de televisie. En toen zei ik tegen, oké, okay, ik geloof je. Want ik was bang, ik was ook jonger. Ja, ik was 18 of zo, 19. Ik vond het echt een beetje eng. Maar mijn oma is net zo lang doorgegaan. Niet bij mij, maar bij mijn tante, tot ze erin geloofde. De, in, in het begin zei mijn oom: Nee, er is boven iemand uit bed gevallen. Als er dan zo'n lamp heen en ja, ging. Altijd ja, was het iets anders. Ja, maar op een gegeven ja, moment kan... hun zijn helemaal ja? spiritueel geworden. Omdat ze op een gegeven moment. Ja, die moesten wel. Komen die moest, maar Mijn oma is net zo lang doorgaan bij hun. Bij mij ah, heeft ze nooit meer wat gedaan. Maar hoe zit dat dan in jouw stageverhaal? Waar is je oma dan nu? Dat ze, of, of waar was ze toen? Laat ik het zo zeggen. Of was ze toen in, in de overgangszone naar. Uh, waar, waar jij nou ja, het over hebt nee. Het, ik maar. denk als je net overlijdt. kun je ook nog wel bij je familie zijn. En ze zeggen ja, ja. ook in die boeken dat je blijft tot sowieso tot na de begraven is. Ja, ja, dat is een beetje de twilight zone. Uh, ja, en dan uh, ga je over, maar dan kun je ook nog wel terugkomen, hoor. Want ik heb ook gesprekken gehad met mijn vader met uh, mediums. Ja, hele bijzondere gesprekken waarin dingen gebeurden. Weet je, met wie, met Pete van der Hurk ook. Ah ja, ja, van naam, ja. ja, ja, ja die ja. was van de Zesde cinta. Ja, ja, dingen die hij. Zei. Is dat hij die recent overleden is? Is hij overleden? Nee, ja, sorry, nee, daar is iemand. Uh, nee, sorry, nee, nee, Peter, leuk dat je luistert. En uh, nee, dan nee, dat niet. <laughs> Nee, weet ik niet, want ik, ik, heb, ik kijk eigenlijk nooit naar het nieuws. Nee, 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 dat zijn niet, sorry. Maar ja, een beter, beetje die dikke meneer uit Den ja, Is ja. hij niet overleden? Ja, nou, ik ga het nu bezoeken. Ja. Uh, er was iemand namelijk. Nee, nee hij zei. Hij niet? niet? Nee. Nou, maar ik heb dus meerdere keer gesprekken gehad met mijn vader. En ik heb ook uh, de vader van mijn zoon is uh, twee jaar geleden overleden. Ja. En uh, die gesprekken die ik heb gehad met mijn vader, de la het laatste gesprek was met een vrouw in Hilversum, die heel goed was. En daar kwam ik natuurlijk mee thuis bij de kinderen. En um, waardoor toen Daniel doodging of ziek was, zei ik tegen mijn zoon van papa gaat dood. En toen zei hij tegen mij: Oh, mag ik dan morgen praten met die mevrouw die met dode mensen praat mam? Ik zeg, nou, papa is nog niet dood. Ik moet eerst wachten tot hij doodgaat. Ik zeg, en dan moet hij nog een beetje acclimatiseren. Dus dan doen we het na drie maanden. En dat hebben we gedaan. Dus dat gesprek is er geweest met mijn kind en mijn dochter ook, die niet van dezelfde vader was. Maar, doch, uh, en, en ook ja. De, ja, de zoon andere zoon van hem. En dat was een heel mooi gesprek waarin hij aandacht nam voor ieder kind. En uh, ik had van tevoren gezegd tegen hem, uh, toen een kaarsje brandde, als je komt hoef je niet uh, voor mij te komen, maar voor je kinderen, weet je wel. Dus ik kom wel een keer terug voor mezelf. En toen begon hij bij mij en toen zei hij sorry tegen mij. En dat heeft me zoveel gedaan, want uh, in het leven waar we samen leefden kon hij geen sorry zeggen, zeg maar. Dus ik heb best wel veel verdriet in die relatie gehad. Maar. Uh, Sorry dat ik niet kon zien wat jij voor me betekent. betekend. Dat kon ik echt pas zien toen ik dood was. En dat jij eigenlijk jezelf bijna verloor voor mij, zei hij. En dat was ook echt allemaal aan de hand. En dat vond ik zo mooi. Want uh, ja, en hij had nog nooit zo gezegd. En dat deed me toch heel veel. Het heeft me echt veel gedaan. En ik kon echt ook alles loslaten daarna. En uh, toen maakte hij zo'n hartje. En hij had ook, hij ze, en die vrouw, en dat was allemaal heel mooi. Maar die vrouw zei ook: van ja, jullie hebben elkaar naam we weer. Ze wist echt alles. En. en uh, ik zei, ja, hij kon nooit zo goed complimentjes aannemen. Hij was een beetje onzeker. En toen maakte hij zo'n hartje. En hij maakte ook zo'n grapjes die hij altijd maakte. Weet je wel, die deed ze ook. Hij deed bijvoorbeeld altijd dit. Deze. En dat deed zi deze. zij, doet, doet, zij deed. doet dat dan Ja, ja. precies. Ja, deze hij dat na. Mm. Ja, en het was zo bijzonder. En toen ging hij naar ieder kind en hij zei tegen al de drie de kinderen wat ze nodig hadden op dat moment. En um, ik wil één dingetje daarover vertellen. Mijn zoon, die, ik woonde in het huis wat ik met hem bouwde. En toen, zei, toen ik dat ging overnemen, vlak voor zijn dood, toen zei hij tegen mij, je moet me één ding beloven: je laat hem nooit naar school fietsen daar. Want het is een beetje een eng dorpsweggetje met tractoren en zo. Dus um, toen zei ik, oké, okay, dat is goed, dat doe ik niet. En toen ging natuurlijk zij naar school en gingen al als vriendjes fietsen. Dus het werd echt een ding. Dus toen was uh, Daan net dood. En toen zei ik, mama, mag ik fietsen? Ik zeg, nee, dat gaan we echt niet doen. Ik beloof dat je niet laat fietsen. Nee, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik zeg, dan fiets ik mee. Nee, je zet me verschut. Ik zeg, ja, nou ja, uh, het, nee, het gaat gewoon niet gebeuren. Nou, hij smeekte, dus op een gegeven moment heb ik het uh, één keer toegelaten. En toen rende die ochtend naar beneden, de dag na. Ik heb voor papa gedroomd, ik heb voor papa gedroomd. En toen zei ik, en wat zei hij? Zei hij iets over het fietsen? Fietsen? Hè? Nee, natuurlijk niet, mam. Hij zag er weer helemaal goed uit. Hij was niet meer zo dun als in het ziekenhuis. En hij gaf me alleen maar knuffels. En jullie waren er allemaal bij. Nou. Dus vervolgens uh, zitten we bij die vrouw, zegt ze uh, uh, tegen mij: Wat ze, zei ze nou tegen mij? Ja, jij wil hem niet laten fietsen, hè? Oh nee, ze zei tegen ja. hem: ze zei tegen hem jij, jij hebt over je vader gedroomd. Dat zei ze eerst tegen hem. Toen zei, hij, ja. Toen zei hij, ze tegen hem: Hij wou je laten zien dat hij er weer goed uitziet. Zoals je hem in je droom hebt gezien, zo ziet hij er nu weer uit. Weet je, want hij was natuurlijk heel dun en uh, zo. Ja, ja. En, uh, en over dat fietsen zei ze dus tegen mij: Je bent bang om hem te laten fietsen hè, naar school. Ik zei, en ja, toen zei ze: Nou, ik zie hem fietsen. En toen kreeg ze helemaal kippenvel. Ik wou dat ik je dit kon laten zien, zei ze. Ik kreeg helemaal kippenvel van ze. Ze moest heel veel huilen ook. Ze zei: Dit zijn niet mijn tranen, dit zijn zijn tranen. Hij is je zo dankbaar dat je dit doet. Want hij geloofde daar ook niet in. Hè? Nee, nee, nee. Hij echt. geloofde er absoluut niet in. Maar dit zijn zijn tranen, zijn niet mijn tranen. En toen zei ze: Ik zie twee hele grote engelenvleugels, zeg maar zo boven hem. Terwijl hij aan het fietsen is met zijn vrienden. En hij kijkt ook nog. Uh, om zich heen. Hij ja, let heel erg goed op. En vanaf dat moment, ja, toen heeft hij gewoon gefietst, maar toen was op een gegeven moment zijn lichtstuk. Ik zei: Je moet je licht laten maken. Ik... Nee, je hebt het gehoord. Ik heb engelenvleugels. maar oh, God. niks aan de hand. <laughs> weet je wel? Maar zij kreeg echt helemaal kipvogels. Oh, zei ik echt, krijg er nu ook van moeder, als zeg, ik dan dat dan aan jou kan laten haal. zien. En zei, jij durft hem niet te laten fietsen. En zo heeft ze iedereen. En toen dacht ik, ja, weet je. Dit is er gewoon. En er is niemand. En ik, ik, kijk, ik kan dit ook aan mijn vriend vertellen of aan iedereen die daar niet mee opgegroeid is en dit niet zelf heeft meegemaakt. En die weten dat niet. En ik zou ook nooit zeggen: het is zo. Maar voor mij ja. kan er nee. nooit meer iemand zeggen dat het niet zo is na nee. dit. Nee. En wat kwam er nog verder met je vader uit? Wat was dat daar? in een band zit? <laughs> die zit in een band erboven met allemaal met Bob Marley en John Lennon weet ik van wie. Ja, oh, dat hij in een band zit. Nou echt. Nou ja, dat vind ik ook allemaal een beetje bizar, waar ik. Ik weet het ook niet allemaal precies, maar ja, die zat dus in een band. En wat zat hij nog meer allemaal? Nou ja, hij heeft heel veel dingen. Bijvoorbeeld, wat, wat heel mooi was met Peter van der Urk. Ik was daar aangekomen en uh, ik, ik wist niet dat je een foto moest meenemen. Dus ik kom daar aan, helemaal daarna had ik geen foto bij me. Hij zegt, ja, dan kan ik je niet helpen. Dus ik had vet teleurgesteld. Hij zegt, nou, kom, maak maar een nieuwe afspraak, even een fotootje. Dus ik denk, ja, oké, okay. dus ik naar huis. Ik denk, laat maar een foto van vader zoeken. Had ik geen foto van vader. Dus ik werd mijn partij verdrietig. Ik in die fotoboek kijken. Nee. Ik heb gewoon geen foto van vader. Dus ik moest huilen eigenlijk. Ik denk, Godverdomme, niet ja. eens foto van mijn nee. vader, niet eens een foto. Nou, en toen dacht ik had ik het goed dat iemand naar me keek. Dus ik was een beetje bang geworden. Was in woon ik nog. Dus ik deed het boek dicht en ik ben gaan slapen. Nou, toen had ik één, één foto aan de muur hangen van hem, van dat hij 18 was in het leger zat. Dus ik had die foto van de muur gehad, meegenomen. En um, zegt hij tegen mij, ja, jij uh, ging foto's uh, zoeken. En je was een beetje emotioneel geworden, je werd een beetje bang. Je had een beetje het gevoel dat iemand naar je keek. Dat was je vader, zegt hij. Wauw. Nou, en als je dat soort dingen dan meemaakt, ja, dan denk je niet ja. van, nou, dan, dan wil je dat alleen maar van de daken schreeuwen. Dan denk je: dit is echt. En wat ik ook altijd deed, is, uh, mijn vader ging dood vlak voor um, dat ik in goede tijden, slechte tijden. Ja, had. Uh, ja, ja. En ik had ook nog auditie gedaan voor Onderweg naar Morgen. Voordat ik uh, goede tijdensleg had. Of goudkist of zo. En wat ik altijd deed. Mm. Hij ging altijd heel harde muziek op doen. En deed ik altijd in de auto heel harde muziek. En dan zei ik. Zei, Pap, kom op. Geef me even die rol. En dat zei hij ook. Dat ik dat deed. Ja, als jij uh, naar iets belangrijks moet of zo. En dan zeg je altijd. Pap, help me even. En deed ik altijd in die, in die auto. goh. <laughs> maar moet je hier niet nog veel meer mee dan een puur boek over seks schrijven? Dan moet je niet veel meer gewoon zelfontwikkelingsachtige shit met.? Want dit is toch fantastisch? Nou, of... Ik heb dus nu mijn eerste motivatieboek geschreven, net. Ben ik ook net mee klaar. Dat is, een... Dat is wat anders. Dan is seks puur boek. Ja, 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 oké. Het is mijn eerste boek wat hierover gaat. Niet over een leven de dood, maar wel. Over nee, okay. uh, mijn manier van hoe ik dingen benader en uh, ook successen behaal en visualisatie. Dus een Eigen... beetje naar Napoleon heel van deze tijd. Ja, maar nou, het is wel gebaseerd op hoe ik het wel doe, natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet echt een guru. Maar het is, een het is om mensen te motiveren en inspireren. En je, ik heb een samenwerking met het merk Medicana, ken je dat? Dat weegschade verkalt in andere uh, dingen. Okay. En die gaan het gratis weggeven. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar is het volgens een soort stappenplan ja. of zo? Ja, ja oké. Okay. Ja, het is eigenlijk gewoon: uh, ja, het begint bij een uh, gedachte, en dan visualisatie. Ik schrijf dan op eigenlijk. Eerst uh, ga ik erover dromen. Dus. Eigenlijk dromen durven doen. Dus je gaat er eerst ja, over ja, ja. dromen en dan uh, moet je het durven. En dan moet je het doen. Tussentijds opschrijven, maar vooral visualisatie en concreet maken. En uh, door middel van affirmaties. Dus heb ik allemaal voorbeeld-affirmaties ook geschreven. voor als je bijvoorbeeld overgewicht hebt. of je denkt altijd dat je nooit een goede man kunt vinden. Want dat is het ook. Alle mannen gaan vreemd. Kijk, als ja, je dat blijft roepen. dan uh, gaat het gebeuren. Ja. Het dan. Ja, 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 en dan, dan ja. krijg je ook mannen op je pad die vreemd gaan, allemaal. Ja. Je moet focussen op wat je wel wil. Dus wat ik natuurlijk ook heb meegemaakt met die twee kinderen van die twee verschillende mannen. Ja. Niet... Dat kwartje viel. Nadat ik de Think and Grow Rich ging lezen, ah ja. Oh ja, dat heb ik ook zelf gecreëerd. Ja. ja. Oké. Okay. En wanneer komt dat uit? Ook nu met uh, Sinterklaas. Ja, ja, ja oké. Okay. Alles tegelijk, drie boeken tegelijk. Lekker. <laughs> ja. En hoe heet dat boek? De uh, motivatieguide. De motivatieguide. Maar dit is dus een, een opdrachtboekje, zeg maar, voor medicijnen... Wat ja. je gratis krijgt bij een product van hun. Maar ik wil zelf, en dat is mijn doel, om als ik veertig ben, dus over twee jaar, een killer bodyboek te schrijven. Wat daarover gaat. Dus echt een dikke pil. Ja, ja, ja. Een beetje met mijn levensverhaal. En dan ja, als inspiratie en motivatie, zeg maar. En dan wil ik het ook op het toneel vertellen. Dus, zo. want ik zou eigenlijk dus al vorig jaar dat doen en toen dacht ik nou het komt eigenlijk nu niet zo goed uit want ik vind ook wel weer dat ik dan dat alleen moet doen dat jaar en dan niet ook nog een bedrijf moet nee, doen nee, en of, nee, okay. je weet wel wat we het over hebben gehad ja. en ik vind ook dat als ik op het toneel sta en dan wil vertellen van de jeugd tot nu dat, dat ik dan ook echt succesverhaal wil hebben en dan natuurlijk ben ik wel succesvol maar ik bedoel dat ook mannen denken laat ik eventjes nagaan want uh, ze heeft een bedrijf van 300 miljoen nee, dus uh, opgezet. Ja, ja, ja. <laughs> ja, en dan ga je dan op het podium ook je buik uh, laten zien. Ja, nou ik weet niet hoe die, wat voor staat hij dan nee, is op precies. dat moment. Maar in ieder geval, ik zal genoeg foto's hebben. Maar ik wil echt mijn verhaal vertellen, mijn journey, maar dan wel als inspiratie voor anderen ja. ook. En, um, en dan dacht ik, als ik dan 40 ben, dan breng ik dat boek uit. Um, maar ook 40 shows dan. Oh, leuk. Ah. En dan? Wel uh, lang... inspireren en activeren. En dan ga je nog tien jaar knallen en dan stoppen? Of ga je eerder. Uh, nou, ik, ik, ben, ik wil dat voedingsbedrijf zeg maar gewoon opzetten. En uh, dan verkopen aan. Uh... Aan Unilever? Ja. <laughs> en, en dan denk ik gewoon oh, de wereld over of zo. In India een thuis opzetten, weet ik het. Iets leuks. Ja. Ja, dit is nog niet genoeg gevisualiseerd in ieder geval. Nee, nee ik, kijk, ik, heb, ik, heb, ik wil gewoon genieten. Dat is ja. het meer. Dat ik, ik wil meer genieten en niet pas als. Als je zoveel geld hebt of als je dat hebt bereikt. Ik wil nu al zo leven. Maar zo leef je toch ja, nu wel een beetje tenminste? Steeds meer steeds meer. Ik doe steeds meer dingen. Dus ik ga niet meer alleen maar werken. Nee? Nee. Ik doe helpen ook met School musical, Maar bijvoorbeeld in... In der, uh, jeugd, heb ik dat niet allemaal niet gedaan. En nu denk ik: nee, ik ga nu helpen met de of Ik wil nu mee naar school reizen. Ik heb zelfs meegespeeld. Ja. <laughs> ja. Ja, een hele dikke patatje was ik, met zo'n dikmaakpak oh, aan. Heel ja, maar dat soort dingen vind ik nu heel erg leuk, weet je wel. En nu, mijn zoon vindt het ook wel helemaal leuk, ik zit natuurlijk in de brugklas. En nu vraagt die school mij of ik dus seksuele voorlichtingen wil geven okay. bij hun. Ik zeg, nou, ik ben geen seksuoloog, maar ik wil best langskomen. Maar bij hem in de klas dan? Nee, nou, of er, op de middelbare school, in ja, de ja, aula, ik denk ik. Bij hem in de klas, dat kan echt <laughs> Nou, hij vond het helemaal niet erg. Nee, ja. Ze hebben het eerst aan hem gevraagd. Ja. Ik weet, mijn moeder heeft mij ooit uh, les moeten geven. Die was invaljuf. Nou, ah, dat was super weird. Ja, gewoon, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het dus juist als kind. Het was gewoon niet mijn moeder op dat moment. Nee. Dus ik, zij vertelde me later dat ik gewoon bij het klassieke kopje thee thuis ging vertellen wat er op school was gebeurd. Terwijl, ja, zij was, toch, <laughs> ze, ze, ze was, ze was erbij geweest. Echt, ja, ja, Wat dat, grappig. heel. Maar dat was ook maar. Het heeft niet lang. Je schaamt je natuurlijk wel voor ja. je moeder heel erg. Ja. En uh, ja, maar mijn, mijn moeder was dan ook nog heel anders. Ik ben nog een soort van hippe moeder natuurlijk. Mijn moeder was, is een hele spirituele moeder en wat toen echt... Niet, ja, dat uh, was er niet. Nee. Ik bedoel, wij kregen rescue-remmen die druppeltjes op ons stonden. Dat is nu allemaal hip en happening. En Mijn moeder had bij de reformhuis weer vegetarisch opgevoed. Dat was allemaal niet. Dus wij waren wel een aparte familie. We hadden iedere maandag in ons huis... aan de onderkant hadden we de tempel. Daar werd de artie gezongen. Nou, je weet die Harry Krishna's die door de... Nee, dat ja. kan bij ons thuis, de artie zingen. Dat hele Riedeltje. Fantastisch. Ja, maar ja, dat is als kind niet leuk. Nee, Want dan ja. wil je gewoon normaal zijn. Weet je, en dan heette je ook al. Toch ben je er niet afwaarts. heel erg anti-in geworden, want je hebt het wel een <laughs> ja, ja. beetje anders. En dan, anders, dan hoop maar. ik altijd als ik mijn kinderen opvoed dat, dat het ook uiteindelijk. Want hoe is je dochter? Nou, totaal niet. Zo. Nee, precies. Maar ik hoop dan wel dat ze er uiteindelijk wel iets aan heeft. Net als ik. Snap je? Ik heb me er ook tegen verzet. Ja, ja, ja. Maar ze is niet al bijna moeder. Nee, dat niet. Maar ze is wel Generation Z. Absoluut. Dus Dat is de Instagram-generation. Ja, ja, ja. Die vinden dat ze na een jaar manager kunnen worden. En niet veel hoeven te doen. En veel te weinig verdienen. En impact willen maken. En uh, zonder daar heel veel voor te hoeven doen. Maar die ook hun echte ware gezicht niet laten zien. Heel veel filters. Ja, ja, heel ja, ja. veel dingen. Allemaal buitenkant. Zijn jullie goed met elkaar? Nou, het is wel puber oh, okay, en, ja, ja, ja. En, en moeder. Ja, ja, ja. moeder en puber, hoe noem je dat? Moeder ja, 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 ja. en dochter, ja, ja, ja. laat ik het zo zeggen. Dus uh, ik merk wel heel erg het verschil tussen mij en, haar, en mijn dochter. En mijn zoon en mij. Je, dat is ook natuurlijk, hè? Ja. Man en ja, vrouw ja, ja, ja. en vrouw en vrouw minder. Ja. Maar ik heb dat natuurlijk ook met mijn moeder gehad en zo erg is het absoluut niet, want ik had met mijn moeder. Maar ik denk wel eens, oké, okay, opvoeden is dus, uh, next level shit. Ja, echt. Uh, <laughs> ja, daar, daar zal ik me voorlopig niet aan wagen. Nee. Uh, Hoe nee? oud ben je? Ja, fucking oud. Uh, 42. <lacht> 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 ja, 42. Nou, waarom niet dan? Of je wilt het, het is gewoon ook niet echt gekomen. En ik, 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 nou ja, laat ik het zo zeggen. De verantwoordelijkheid vind ik groot. Vind ik, vind ik eigenlijk te groot. Uh, omdat ik die op mijn... Ja, dat, dat, ik, ik durf dat niet aan. Zeg ik nee? aan. Nee? Terwijl ik echt een hoop dingen aandurf. Uh, en, maar je, gewoon, dit is niet even een experiment. Dit is gewoon een, een levend wezen op een planeet zetten. Waarbij je weet, wat je ook doet, uh, het gaat invloed hebben. Want alles... Ja, uh, yeah, ik bedoel... Yeah. Nou, dat vind ik nog wel wat. Nou ja, dat is zeker zo. En als ik dat had geweten toen ik op mijn 18e moeder werd, had ik het misschien ook wel allemaal anders gedaan. Want die eerste zeven jaar zijn ook mega belangrijk voor ja, een kind. Ja, exact. Weet je, en dat vormt een kind. Ja, en ja als ik die know-how allemaal wist, toen had ik alles anders benaderd. Want zeg maar, kijk, ik ben zeg maar van als iemand mij op de grond trapt, kom ik drie keer zo hard Harder terug. Ja, Mijn ja. vader heeft me best hard opgevoed. Die was er nooit. Maar de, wat hij zei is tegen mij altijd: je moet harder werken als je huur niet kan betalen, niet ik kleiner kan. gaan wonen. Ja, dus dat heb ik, heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Maar ook zeg dat ik dingen niet kon. Ja, ik dacht: wacht maar, ik zou jou wel even laten zien dat ik het wel kan. En zo ben ik dan door mijn vader opgevoed. En mijn moeder was dan wel dat je alles kon. Door mijn moeder dacht ik dat ik kon zingen terwijl ik het niet kon. Weet je, dat is mijn andere uiterste. Zeg maar, die twee waren wel het ene en het andere uiterste. Maar ik probeer mijn dochter ook een beetje hard op te voeden. Maar dat werkt helemaal AV-rechts. Ja, 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 ja. Die wordt alleen maar daar. Kleiner van, zeg ja, maar. En ze is nu te oud om jouw nieuwe vriend nog een beetje als vader... Nee, uh, dat, 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 dus dat, dat kan allemaal niet meer. Nee. <laughs> nee, nee, nee. nee, maar ze heeft wel een hele lieve vader. En, dat zie, en weet je wat het is met haar vader? En dat zie ik ook weer terug. Oh ja, want die leeft natuurlijk nog wel. Ja, oh, ja die ja, leeft nog ja, ja, wel. Ja, tuurlijk, ja. Maar die heeft dus um, haar altijd alles gegeven ja prinsesje. Ja. ja, en dat zie je nu heel erg terug, want die voelt de Turkse cultuur voelt zich schuldig dat we uit elkaar zijn. In die cultuur is het natuurlijk niet altijd normaal dat je uit elkaar gaat. Dus die heeft compensatiegedrag heel ja. erg gehad en die heeft drie dagen in de week voor haar gezorgd en die kwam elke week kwam ze met een ietsje cadeautje terug. Elke week. Ja. En dat zie ik nu terug in haar. Dus haar taal van de liefde is krijgen, ja. cadeaus ja. en daar kan zij niks aan doen. Dat ja. komt door ons, door ons als ouder, weet je wel? Goed boek is dat ook, hè? Jij zegt dat nu zo, dit, haar taal van de liefde. Ken je dat boek? Vijf, uh, de vijf talen van ik de liefde? Ja, ja, ik, ja, ik heb het niet gelezen. Fucking goed. Ja, nou ja, dat is haar taal. Ja. Uh, en wat is jouw taal? Ik weet niet, welke talen zijn er nog meer? Ja, ik in. zit even na te denken. Je hebt maar... uh, 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 complimenten, positiviteit. Uh, je hebt inderdaad echt letterlijk cadeautjes geven. Je hebt seks. Je hebt, uh, ah, ik weet het echt niet. Ik, ben, ik denk dat bij de taal van de liefde vind ik echt moeilijk eigenlijk. Ik denk dat ik dus echt een gever ben. Dus ik, ik zoek ook mensen om me heen altijd nodig die heel behoevend zijn. Ja, ja, ja. Daar wil ik wel nu mee ophouden hoor, maar dat heb ik wel heel ja, goed. Precies, gedaan. want, want wat, dat is toch niet, uh, dat is, ik snap het. Dat, uh, maar uiteindelijk wil je, uh, ja, wat wil je ontvangen dan? Wat, uh, dat, uh, ja, ja dat, dat, dat is wel in de, in de liefde van mannen altijd verkeerde energie die ik ontving. Dus <laughs> ik denk dat, dat ik dat zelf doe. Dat ja, is ja, ja. niet van de schuld, maar ik weet, ik, moet, ik ga dat boek eens lezen. Ja, maar wat. Uh, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Wat. wat... Nou ja, wat, ja, wat vind jij belangrijk in het leven dan? Ja, liefde vind ik wel heel belangrijk. En ik vind het ook heel fijn, vooral met de kinderen bijvoorbeeld. Mijn gezin bij elkaar, weet je wel. En, en eigenlijk ook wel mijn familie, mijn, mijn moeder en mijn broertjes en mijn zusjes. Ja. Maar wij zaten allemaal, zeker nadat mijn moeder bij haar vader wegging, allemaal apart te eten op ons kamer. En zo. Ja, ja, Snap je? Ja. ja. Dus, ik heb dat, dat, dat familie samen zijn, dat heb ik heel erg gemist in mijn jeugd. En uh, dat zag ik bij vriendinnetjes, kon ik heel jaloers om worden. Bij Lieke heb ik dat ook altijd gezien. Dat was heel lang best wel een goede vriendin van mij, ja. nog steeds. Maar we zien elkaar veel minder. Maar dan dacht ik, oh die familie is zo hecht. We gaan nu barren. nog bij elkaar logeren. Ja, ja. Terwijl ze al volwassen zijn, weet je wel. Ja, 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 ja. <laughs> en dat, dat vond ik heel, heb ik heel erg gemist. Maar dat heb ik geprobeerd te creëren zelf. Maar dat is eigenlijk mislukt. Weet je, We gaan ook allemaal onze eigen ja. kant op. En, nou, ja, we zitten wel samen te eten, maar ook probeer ik dan met kerst bijvoorbeeld mijn hele familie bij elkaar. Of met paas heb ik een hele gedekte tafel. En dan zegt Arjuna uh, niet, helemaal niet af. Die komt gewoon niet. <laughs> en mijn moeder zegt gewoon een kwartier van tevoren: oh, Vind je het erg als ik toch thuis blijf? Ik heb toch een beetje hoofdpijn. Dus ik ben een hele gedekte tafel. En ik, nu dacht ik echt bij deze paas: Nou, ik ben, ik ben er gewoon klaar mee. Gewoon, weet je wel. Oh, wat mooi. Ja. En, en, maar, en hoe is het, uh, de zelfliefde is ook een boek in het, uh, of een onderwerp in het boek. Hoe heb je dat naar jezelf toe gekregen of altijd al gehad? Of nee, hoe? niet altijd gehad. Ik denk dat ik denk voor mezelf elke keer dacht dat ik niet goed genoeg was. Ja. Wat een goede drijfveer is, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want je wordt steeds beter. Ja. Maar Je wordt niet gelukkiger. Nee, dat zeg ik ook niet. Dus het houdt nooit op. Nee, maar hoe uh, hoe zit het? dan? Dan word je net als zo'n Den uh, Panny van, ja, ja, zo'n lelijk. Die 50 miljard heeft er nog ongelukkig is, denk ik. Ja, nee, maar die is toch juist al heel erg vol van zichzelf, of is ja, dat? Ja, maar ik denk dat dat, on... nee, ja, dat denk niet echt. diep van binnen. Ja, vet, ja. Waarom zou jij gelukkig ja. zijn en dan mensen uitschelden? Ja. Of wat is nee. dat voor geluk? Ja, ja, dat is heel gek. Nee, maar, okay, maar hoe heb je het dan? Nee, uh, nee. Uh, geef, mij, geef mij, één tip om liever te zijn. Nou, ik heb, mezelf. ik ben daar niet zo heel erg lang geleden mee begonnen. Dus heb ik, uh, ik denk. Uh, Twee jaar geleden, ja. door tegen mijzelf te zeggen: Ik hou van je fijn, je doet het geweldig of je doet het goed, je mag er zijn. Daar, ja, daar ben ik mee begonnen. Ik, afleggen, dat, ja? de, ik heb één boek daarover gelezen, dat is een hele goede traject, ja? die schiet me nu te binnen. Zero limits. Zero limits. Ik hou van je, vergeef me alsjeblieft, het spijt me, dank je wel. Dat is een mantra die je tegen jezelf kunt zeggen en daardoor kan je heel veel dingen oplossen. Dus op situaties. Alle boekentips, uh, je kan ze onder in de beschrijving <laughs> lezen. Nee, maar serieus, uh, dat wordt een hele mooie collectie. En ik wilde graag afsluiten, maar je, je gaf net alweer een andere mooie mantra. Maar wil je nog één keer rustig, want ik snap, ik, ik ken dat zelf ook in jouw hoofdje. Maar zou je één keer rustig nog jouw eigen mantra willen delen? Je bedoelt die eerste? Ja? Die, diegene die, die, die jij 80.000 keer op een nacht doet? Uh, uh, ja, <laughs> die ben ik heel mee. Uh, ik ben goed zoals ik ben. Alles wat ik doe is een succes. Ik mag er zijn. Nee, dit is hem niet. Wacht even. Hoor. Nou, bijna wel. Nee, nee, nee. nee Oké, okay, nee, 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 nee. nee, maar je. je... Nee, 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 nee. Dit is hem niet. Oké. Okay. Um, ik ben goed zoals ik ben. Alles wat ik doe is succes. Geld stroomt op alle mogelijke manieren in mijn leven binnen. Ik ben slank, strak en gelukkig. En dan zeg ik ook nog, vaak ik vaak achteraf. Uh, fai, je doet het goed, ik hou van je. Nee, precies. Dat is ja. een beetje de nieuwe... Uh, de zelfliefde. Maar dat, is, dat vond ik heel moeilijk, hoor. Ja, ja begrijp ik. Ik vind ook... Uh, <laughs> jij zegt het nu en ik, dat het gaat wel... Je hebt een, een zandje geplaatst. van zaadje geplaatst. Het helpt wel. Ja. Maar ik vind het... Maar goed, ik zie aan jou dat het wel goed gaat. Maar het, het voelt ook... alsof je, zeg maar... Uh, niks meer gaat ondernemen. En gewoon... In een soort zen-houding. Nee 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 nee, 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 nee. nee, ik weet wat dat is. Tevredenheid? Ja, maar dat voelt niet echt als... Snap je? Ik vind van... Wel... Ik bedoel, dus de, de ontevredenheid en het een beetje gebrek aan zelfliefde. Ja, het geeft me ook brandstof. Oké. Okay. Um... Een beetje een zweep ja. gewoon uh, ja. En... ja, maar je ma je, uh, dankbaar moet je zijn, niet ja. tevreden. Dat nee, is precies. het verschil. Dus je bent dankbaar voordat je op opstaat en bent wie je bent. Maar je bent niet tevreden. Nee, Want op ja, het moment dat je tevreden bent... Dan zeg je nu is klaar. Ik heb genoeg gedaan. Ja. Maar we dus, zijn je nog... bent, dus je bent nooit tevreden? Nee, nog Lekker. niet. Nee. <laughs> nee. nee, nee nog nee. niet. Nou, maar me. wel dankbaar. Ja. Super ja. tof, <laughs> je. Ja. Echt waar, Dank voor het delen van al deze inzichten. Ik kan niet wachten op dat uh, ik ga wel een weegschaal kopen. Dus, om nee, de... ik stuur hem hier ah, wel op. Okay. Op dat boek. Ja. ja dat boek ik ben benieuwd net net wat, wat je ervan vindt. Ja. Nou ja, ik, 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 ik hoor aan het visten. Tenzij er hele andere dingen in staan die je net ja. gezegd hebt, maar dat kan ik me niet voorstellen. Super tof. Dank je wel. Dank je wel voor dit, je tijd. Ja, dit was Faya. Zonder H of met H? Hoe zit het tegenwoordig? Ja, het is heel ingewikkeld. Maar dat komt dus omdat ik internationaal Nee, Dat weet ik. Dus zonder H. Dus zonder H. Dan is het gewoon Faya. Nee, nee. Dus, dus ik zet het ook nu overal. Want ik, weet, ik, ja. weet, ik zet er het al ergens zonder H neer. En yeah. komen mensen. Nou, het is met een H. Ja, ik het zeg, is ja. wel heel irritant. Ik, ik vind het ook nu helemaal moeilijk worden. Nee, ja. oké. Okay. Maar ik vraag het nu zonder, aan jou. Aan. Zonder H. Zonder H. Zonder H, duidelijk. <laughs> Dankjewel, Faya ha. <laughs> Dit was Koekeroe, tot de volgende. Ja. <laughs> nee, maar ik snap het. Wel.